bent best wel jong natuurlijk, of jong, 17. Je bent nog niet, eigenlijk nog niet eens oud genoeg om je in te schrijven zelf bij de KVK volgens mij. Maar dan denken heel veel jongeren van oké, fuck it, ik ga starten. En dan loop je tegen al die obstakels. En ik kan heel goed begrijpen dat daardoor ook echt wel misschien wel de helft of meer van de jongeren daardoor denkt, ja. Mensen die praten in de ik-vorm hebben vaak minder macht binnen het bedrijf. En vaak hoe hoger je in het bedrijf komt, CEO's en zo spreken altijd over wij. Het moet je niet te diep in je bol schieten, zeg maar. Als je een vriend in zijn gezicht spuugt en daarna vraagt of hij iets voor je kan doen, ja, dan gaat hij het gewoon niet doen. Tuurlijk. Het is alweer de 57e aflevering van Lotgenoot Podcast. We hebben twee bijzondere gasten tegenover ons zitten. We hebben net al een heel mooi verhaal over hun gehoord hoe ze elkaar hebben ontmoet. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe het allemaal is begonnen. Wie zijn het? Dat is ook nog wel een goede introductie natuurlijk. Precies. Sam zit tegenover mij. En je hebt in de quote gestaan. Ja. Daardoor ben je ook met ons in contact gekomen. Ja. En naast jou zit? Camille, inderdaad. Ja. Oké, moest ik even... Ja, ik was alweer vergeten. Slecht. Helaas. En Sam, kun je wat over jezelf vertellen, over je business? Ik ben Sam, ik ben nu 17 jaar oud. Ik ben 3 jaar geleden ben ik begonnen als ondernemer, toen was ik 14. Toen ben ik gestopt op school, maar 5 jaar blijven zitten. Ja. En toen ben ik fulltime gaan ondernemen. Ik heb echt van alles gehad. En we beginnen nu een beetje op een punt te komen dat er steady business is. En eerst was het allemaal een soort van parttime. Mm-hmm. Van alles gedaan. Ja. Veel met textiel, mondkapjes, kleding. Mondkapjes? Kleding. Ja. Voor corona of tijdens corona? Begin, ik was de eerste. Oké, nice. Heb je mondkapjes.nl geclaimd? Nee, in mijn telefoon heb ik een lijst staan gewoon met allemaal namen van als ik ooit nog een onderneming start. En ik heb hem genoemd Hayden Brett. Echt alles behalve een mondkapje. Nee, het ging echt fucking goed. Dus. Oké. Het een soort van brand hadden we in plaats van die blauwe mondkapjes. First mover advantage. Precies, ja. Netjes. Oké, Camille, kun jij jezelf... Ja. Zeg dat goed, Camille? Ja. Ja, oké. Ja, Camille. Hoe ik eigenlijk mijn levenspad ben begonnen is gewoon 6 VWO afgerond en toen ben ik er recht gaan studeren. Ja. Dus in die zin heel anders dan Sam. Ik heb mijn bachelor International Business Law afgerond. Toen ben ik stage gaan lopen op de Zuidas. Okay. En daarna in Spanje gaan studeren. Maar door corona moest ik eerder terug en ben ik toen een business minor aan de UvA gaan doen. Want ik vond het toch altijd wel interessant ondernemen. Mm-hmm. En toen zou ik eigenlijk aan mijn master beginnen. Maar toen heb ik Sam ontmoet en toen ben ik voor Sam gaan werken in Leiden, waar ik ook studeerde. En toen hij was bezig met een pop-up en toen ging dat eigenlijk best wel heel erg goed. En vond ik het ook heel erg leuk en merkte ik ook wel dat kleding echt een passie is voor mij. Dus nu werk ik ook voor Sam's eerste winkel in Utrecht. Oké, okay, ja. Waar zit die winkel? Steenweg, 24. Steenweg. Bij de waar is dat ook alweer? Heb je... Timberland. Ah, oké. Okay, ja, tegenover Fritte La Bretonnière. Ja, precies. Ja. Ik weet altijd veel meer. Ik woon al mijn hele leven in Utrecht. Ik weet geen straatnaam. Ik weet gewoon alleen van in de buurt van winkel die. En dan weet ik waar het zit. Haarlem, Mannekepis. Ja, precies. Daar. Oh, ja. Maar dat is wel een goede spot. Sowieso, het is een A1-locatie. Heeft dat te maken met, ook, want dat hoorde ik ook wel, dat corona, doordat er zoveel leegstand is nu, want dat zie je in Utrecht ook best wel, dat je ook een stuk betere deals kan krijgen voor dat soort dingen. Ja, het is echt bizar, man. Mm-hmm. Weet je, ik denk dat nu misschien wel 30% van de Steenweg leeg staat. Ja, dat is niet normaal. Ik liep laatst sowieso in de hele stad 25-30%. Ja. Ze gaan echt gek in prijzen daar, want het is bizar. Ja. Ik had daar toen zelfs nog een story van gemaakt op onze podcast en Instagram, dat ik inderdaad liep door de stad en dat ik echt zat van... Fuck, alle winkels waren gewoon weg die er altijd zaten. Wat zonde nu is, man, want ze dalen expres in prijzen. En weet je, er lopen ook, als ik nu dan kijk, het is nu wel vakantieperiode, maar afgelopen week, ondanks het weer, je kan je kont niet keren in de stad. Het is zo druk. Het is echt druk. Het is een gekke huis. Mensen rijden echt 30, 50 man voor de winkel gaan. Je wil niet meer binnen zitten. Maar het is, wat het ding is, wat ik denk ik, wat ik veel hoor zijn mensen na die eerste lockdown, zijn daarna bijvoorbeeld een restaurant begonnen. Die zijn eigenlijk in de lockdown begonnen met voorbereiden restaurant begonnen. Zo van, oké, nu gaan we knallen. Toen kwam die tweede lockdown. Ja. En dan ga je daarna alsnog weer onderuit. Dus ik denk dat veel mensen misschien zoiets hebben van, nou ja, ik wacht het een beetje af. Want anders teken ik straks voor een jaar. En dan sta ik weer voor de helft van het jaar. Ja, dus kan ik niks doen. Groot gelijk, ja. Ja, dat zie je veel nu. Maar je ziet ook wel veel, dat vind ik wel leuk in deze tijd juist. Dus je ziet wel een soort van, ook succesverhalen. Maar ook echt ondernemen, zeg maar. Weet je, gewoon met
gekke shit komen. Ik heb collega's die dan nu, die hebben 2 winkels gehad. Die zijn echt 3/4 jaar dicht geweest en die gingen echt slecht, slecht. Mm-hmm. En kijk ik gisteren op LinkedIn, heeft hij een 3de winkel geopend. Dat ik ook dacht van, ja, bizar. Zo, je gaat er wel voor, zeg maar. Ja. Ja, maar dat zie je sowieso in deze tijd, hoor. Er is een heel erg trend naar beneden voor bepaalde bedrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Amazon. Amazon heeft de tijd van zijn leven. Hij heeft nu niet de tijd van zijn leven, volgens mij. Nee. Oh, dat nee, niet Jeff. Nee, Bill. Niet Jeff. Bill inderdaad. Dus Bill, ja. Jeff heeft al gehad. Ja. Die heeft al ingeleverd. Nu mag Bill ook wel inleveren. Ja. Ja. Ze gaan allemaal als een domino-steen gaan ze scheiden. Ja. Dat zie je zoveel in deze tijd, hoor. Veel mensen zijn gaan scheiden. Corona. Ja, dat geloof ik wel. Veel ook huiselijk geweld en dat soort dingen. Dat is ook allemaal heel erg mogelijk. Ja, je zit gewoon op elkaar. Heel erg op elkaar. Dan ga je toch je vrouw slaan. Ik bedoel, het is helemaal. Het is even. Nee, ik weet niet wat ik moet doen. Grappig, precies. Oké, maar nice, want je bent best wel jong natuurlijk. Of jong, 17. Je bent nog niet, eigenlijk nog niet eens oud genoeg om je in te schrijven zelf bij de KVK, volgens mij. En dat vind ik wel leuk, want we krijgen heel vaak de vraag van mensen onder de 18. Van ik ben nog geen 18. Wat moet ik dan gaan doen qua ondernemer? Nou ja, jij bent het levende bewijs dat je daar heel goed een antwoord op kan vinden. Kan je ons eens meenemen, want je bent heel jong begonnen, hoe dat een beetje ontwikkeld is? Kan ik? Dat wat je zegt klopt ook wel. Kijk, je kijkt heel erg, als je nu bijvoorbeeld bij Kamer Verkoophandel kijkt en zo. Ze proberen het echt wel te pushen, dat jonge ondernemer, dan gastcolleges geven en zo. Mm-hmm, ja. Maar ik moet je wel eerlijk bekennen, dat vind ik echt slecht, man. Want je loopt tegen zoveel dingen aan. Wat je zegt, mijn moeder die moet mede ingeschreven staan. Ik kan zelf geen bankrekeningen openen, dat soort dingen. Nee. Je loopt echt tegen gewoon struggles aan. Ja. En ik heb me ingeschreven, toen is mijn moeder gevolmachtigd geworden. Mm-hmm, ja. En die is nu wel, kijk, toen was het nog een soort van dat mijn moeder dacht, ja, cute, leuk, ik vind het allemaal prima. Als jij 1000 euro aan de betaal omzet, vind ik het allemaal gezegend. De beginning. Ja. Maar nu gaat dat net wat anders in. Ja, er zijn dan ook echt wel heel veel problemen. Ook, daar kan ik hele lange verhalen over vertellen, over andere rechtsvormen en zo, waar er toch wijzigingen in moeten komen. En je moet wachten totdat je 18 bent. En dat vind ik wel jammer, dat ze juist zo erg proberen te pushen. Maar dan denken heel veel jongeren van, oké, fuck it, ik ga starten. En dan loop je tegen al die obstakels. En ik kan heel goed begrijpen dat daardoor ook echt wel misschien wel de helft of meer van de jongeren daardoor denkt, ja, dan start ik. En dan kan ik vervolgens niet. Nee. Weet je? Ik heb bij de ABN heb ik bijna 3/4 jaar moeten wachten op een zakelijke rekening. Ja, dat is waar. Ja, kijk, daar wil ik wel tegen ingooien, want aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens. Elke ondernemer die echt, je hebt ze er gewoon tussen zitten. Die op hun 13e gewoon al in principe aan het ondernemen zijn. Als iemand van 30 die er al echt lang mee bezig is. Omdat het gewoon, ja, het zit in het beestje, zeg maar. Maar tegelijk kan ik ook wel tegen ingooien. Toen ik 13 was, was ik bijna geldezel. Omdat iemand tegen mij zei, hey, geef je bankpas en je pincode en dan krijg je 500 euro. Ja, en ik dacht, toch, geld. Ja. Dus dat is een beetje van, ja, als je die kinderen al die vrijheid geeft om rekeningen te kunnen openen en doen, dan is dat ook weer... Ja, true. Het is juist een bescherming. Kijk, bijvoorbeeld, je kan dan wel weer kiezen als minderjarig om naar de rechtbank te stappen. En dan zo'n zoiets aan te vragen, zeg maar, dat je dat wel mag. Maar dan mag je wel 4K lappen. Dat zijn van die dingen dat ik denk van, als je 14 bent, is het ook niet dat ik denk, nou goh, ik lap even 4K en ik ga even aanvragen of ik rekening mag openen. Precies. Ja, dat is wel... Het heeft zijn ups en zijn downs, weet je. Je kan ook begrijpen dat inderdaad, het zal wel gek zijn als je, weet je, hetzelfde als je peuk wil kopen, moet je ook boven de 18 zijn. Als je 14-jarige toestemming ervoor geeft, dan rookt iedereen op z'n 10e al. Ja. Dat is logisch dat het niet kan, maar het is toch net jammer, want het is niet dat Nederland... Zorg voor die vertraging die je juist op dat moment niet nodig hebt. Precies, het is net dat je dan als jongere in die drive zit om te gaan. En ik heb daar ook wel echt sowieso eerst een paar keer dat ik dacht van, oké, ik kap en ik ga gewoon maar weer naar school toe. Ja. En, want het heeft geen zin. Zeg maar. Nee, precies. En dat zijn die punten dat je dan juist door moet bijten. Maar hoe jonger je bent, hoe moeilijker die dat doorzettingsvermogen pakken. Toch? Denk je dat je dat als je... Want... Je wordt ook niet serieus genomen, hè? Ja, dat geloof ik wel. Maar ik denk wel dat ik bijvoorbeeld tegelijk als jong kind... Weet ik veel, als ik een bepaald nerfpistool wou, toen ik 10 was of zo... Had ik ook juist wel weer heel erg die drive om gewoon... Ik ging 1000 auto's wassen voor een euro per auto. Ja, en nu zou ik denken, fuck dat, laat dat hele ding maar zitten. Ja, true. Je hebt minder te verliezen of zo. Ja, je hebt minder te verliezen ook, maar... Het is ook niet motiverend. Weet je, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar toen ik 15 was en weet ik veel, wilde een samenwerking doen met een influencer voor mijn kledingmerk. Mm-hmm. Nou, ik denk oprecht wel dat ik honderden mails eruit heb gestuurd naar managements. Binnen Nederland, binnen Europa, maar ook internationaal. Ja, mijn Engels was gewoon kakka. Ja. Weet je, maar ik ging het alsnog typen en ik ging het kopiëren, plakken, namen wijzigen en ik ging gewoon mails sturen.
ik kreeg 2 reacties van 200 mails en 2 reacties waren ervan, nee, sorry. En de rest reageert niet eens. Ja. Had je leeftijd vermeld in die mail? Ja. Ja, en dat dan merkte je, als je dat niet deed, dan werd het anders. Ja, precies. Ja, dat is wel een ding. Ik denk dat je soms ook in business wel, tot beperkte mate, soms een beetje kan liegen. Of de waarheid kan verzwijgen meer, snap je? Dat, want ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld bepaalde mailtjes kop, misschien met een vrouwennaam. Omdat ik weet dat bepaalde mannen op bepaalde vrouwennamen eerder geneigd zijn te klikken dan gewoon een guy. Ja, een guy. En ik fok deze hele guy. Wie is deze Jan die mij iets gaat mailen? Ja. Als het een vrouw is, denk je toch eerder, ja, dat is gewoon zo, toch? Of niet? Nee, maar dat is wel zo. Weet je, als ik een mailtje stuur, als ik ergens inkoop wil doen voor vintage kleding, dan stuur ik het mailtje of dan laat ik een collega een mailtje sturen. Kijk, ik heb helemaal geen inkoopteam. Maar dan zet ik onder in het cc zet ik nog even dat het het inkoopteam van de vintage dealers is. Dat soort dingen. Dan denken mensen van, oh, ze hebben een heel inkoopteam klaar. Ja, wat jij ook doet toch, voor, in plaats van ik zeg je wij. Ja. Ja, precies. Wij. Je verwoordt het altijd. Daar heb ik trouwens laatst een grappig onderzoek over gelezen. Dat als je met mensen praat. Mensen die praten in de ik-vorm hebben vaak minder macht binnen het bedrijf. En vaak hoe hoger je in het bedrijf komt, CEO's en zo, spreken altijd over wij. Ja. Ja. Dat is echt heel grappig. Dus als je met iemand praat die komt dat zegt wij, dan is de kans groot dat die zeg maar ergens hoger in het management zit. Ja, precies. Grappig. En dat merk ik ook wel inderdaad. Ik vind het juist ook wel netter om te zeggen. Ja, want je doet het toch niet alleen? Je doet het niet alleen. Ja, dat kan hè, begrijp ik niet verkeerd. Als ik over de podcast praat, praat ik altijd in de wij-vorm. Ja. Kom even naar voren, de mensen kunnen je niet horen als je helemaal aan de andere kant van de kamer gaat zitten. Maar nu erover nadenken, ga ik ook helemaal nadenken of ik dan wel wijzer eigenlijk. Of dat ik wel zo egoïstisch ben, maar goed. Ja, wie weet. Even maar denken, jij doet wel wij, denk ik. Ja. Gelukkig. Nou, Sam, die toen in de eerste meeting die ik met Sam had, begon hij heel erg over vertrouwen en hoe belangrijk vertrouwen is en zo. En ik was daar best wel een beetje van onder de indruk, want ik vond dat wel grappig. Het haalde wel heel erg die drempel weg van oké, dit is dan een soort van mijn baas of dit is een, en hij zei nee, het is vertrouwen en op basis van vertrouwen gaan we deze pop-up doen en dan gaan we erin knallen, zeg maar. En dat was wel heel anders hoe ik ander werk heb gedaan. Dan is die hiërarchie er veel meer. Ja. Weet je, ik hoorde het ook inderdaad van die gasten van die dropship, zeg maar. Je doet het met een team. Ja. Ik ben er ook van overtuigd dat als ik het alleen deed en ik en de rest kan stikken en ik ben de baas, niemand pakt een overuurtje voor je. Weet je. En je moet ook gewoon laten zien en dan ook wel met oprechtheid natuurlijk van we doen dit samen en zonder jullie vertik ik het niet. Ja, ja zeker. Ja, ik verwoord dat altijd een beetje. Uiteindelijk in een ondernemer is alles relaties. Ja. Je hebt een relatie met je klanten, je hebt een relatie met mensen wie je werkt. Ja. Het is heel simpel. Als je een vriend in zijn gezicht spuugt en daarna vraagt of hij iets voor je kan doen, dan gaat hij het gewoon niet doen. Tuurlijk. En datzelfde werkt het met de mensen waarmee je werkt, de mensen waar je dingen aan verkoopt. Je kan mensen geen shit geven en verwachten dat je iets moois maar voor dat is wel krijgt. Heel Precies. anders in de advocatuur hoor. Daar een soort van, dat is juist alles is erg, slecht en als er niks gezegd wordt, is het goed, zeg maar. Ja, maar is dat goed? Ja. Wordt de advocatuurwereld daar beter van of zouden die daar ook wel bij? Het hoort er wel mee. Nee, maar het is zo'n cultuur. Hè? Dat vind ik, dat is wel lastiger. Dat verander je niet zomaar. En nee, tuurlijk. Zij hebben meer established. Ja. Het zit er al. Dus zij hebben meer zo van, als dat je niet dient, dan ga je er niet werken, zeg maar. Nee, terwijl inderdaad, ik zou mezelf meer kunnen vinden in een manier van, oké, we gaan er vanuit een positieve mindset uit en we doen het samen. Het is natuurlijk ook een stuk negatievere stof, want je bent toch vaak, zeker bij strafrecht bijvoorbeeld, en ook trouwens wel bij zaken, maar je bent eigenlijk gewoon altijd bezig met gezeik. Ja. Jij hebt iets gedaan wat ik vervelend vind. Ja. En dan moet je of voor betalen of daar krijg je een straf voor. Dus het is altijd best wel negatief geladen. Terwijl denk ik in ondernemerschap het juist vaak wat dan positief is. De wereld beter maken, mensen helpen en samen iets moois bouwen. En dat is toch... Positiviteit schopt zo ver. Ja. Ja. Als ik de winkel open en we staan daar met z'n drieën, 2 man en ik. En de laatste 10 minuten voordat ik die deuren open, of gewoon echt net dat we open zijn, dat je gewoon nog even één praatje erin gooit van jongens, oké, we gaan een deal sluiten. Wie deze sweater verkoopt, pakt een tientje erop. Als we boven dit halen, krijgen jullie allebei X-bonus of zo. Weet je, gewoon even die mindset erin knikkeren. Dat je dan zijn mensen ook echt positief. En de klanten die binnenkomen, Die voel je aan. Energie. Dat is 100% energie. Ja. Dat heb je toch ook als je belt, zeggen ze, zorg dat je glimlacht terwijl je belt. Ja. Glimlach voel je door de telefoon. Ja, dat heb je wel. Dat merk je gewoon. Ja. En dat is echt zo. En daarom, ik ben daar nu ook veel meer zelf. Hoe meer ik zeg maar, zelf aan het ondernemen ben ik ook kritischer naar andere bedrijven.
Bijvoorbeeld, ja. Als ik naar de supermarkt ga en er zitten alleen maar chagrijnige gasten achter de kassa. En als ik iets vraag, zeggen ze, ja, die hal. Ja. Deze supermarkt, ik ga nu 5 minuten langer lopen. Omdat deze mensen gewoon hun werk niet goed doen. Ik ben daar een beetje, gewoon een zeikert in geworden. Ik heb gewoon zoiets van, zorg gewoon dat je onderneming een beetje decent runt. Ja. Ja. En dat het mag ook beloond worden. Ja. Ja. Tuurlijk, maar, iedereen maakt zijn fouten. Niet iedereen staat met de beste dag op. Maar het klopt wel wat je zegt. Ja, echt. Maar dat is wel het verschil wat ik merk. Bijvoorbeeld wat je zegt bijvoorbeeld in de advocatenwereld. Waarschijnlijk werken dan ook bij grotere bedrijven. Ja, ja. En ik merk hoe groter het bedrijf wordt. Hoe ouder het bedrijf is. Hè? Ja. Ja. Waarin de directeur bijvoorbeeld 65 plus is. Hè? Dan komen naar de banken en zo. Hoe meer hiërarchie je hebt. Hoe meer oude systeem je erin hebt zitten. Ja. Ik denk dat het ook wat meer van tegenwoordig is. Van oké. Je hebt niet echt werknemers, maar je hebt meer van business partners. Ja. Dat vind ik ook echt van, ik ben nu een beetje dingen aan het uitbesteden. Een copywriter, website designer. Ja. Weet je, het is echt van, ik zeg niet per se wat je moet doen, maar we overleggen samen wat het beste is. Ja. Natuurlijk, hiërarchie is belangrijk tot op zekere hoogte. Kijk, weet je, ik denk dat het wel belangrijk is dat je als een team bent, maar dat je ook wel voelt van, oké, ik kan dit en dit kan ik, zeg maar, het is niet, kijk, we werken met z'n allen, maar het is niet van, we werken met z'n allen, dus ik kan even een uurtje later de winkel openen of zo. Nee. Maar juist omdat je dat teamgevoel krijgt, pak je die verantwoordingen ook heel snel. Dus het komt juist een kwartiertje eerder, want je weet van, oké, ik moet er zijn. Ja, en het is ook nog belangrijker is van, de winkel kan misschien een uur later openen, maar dan vraag ik het je. Van, volgende week zit ik zo en zo. En het is flexibeler en dat is precies. Gewoon weer net zoals je bij een vriend zou doen. Je kan best een uur later komen, maar wel als je hem even belt en zegt van, vind je het cool als? Communication is key, man. Juist, en dat is gewoon heel belangrijk. Ik vind het wel interessant, mijn vriendin is momenteel, die doet die TMO. Dus dat is een fashion and business school. Yeah. En die gaat nu dus haar eindstage doen. Yeah. En een groot kledingbedrijf, en daar ging ze voor haar stagegesprek. En toen zat ze voor bij de lobby. Toen kwam er een man naar haar toe, die zei van, de banken waren nieuw of zo. Ging hij met ze praten van, ja, vind je de banken lekker zitten? Heel leuk gesprek. En ze zei van, ik heb straks een afspraak bij inkoop. Hij zei van, echt? Ja? Nou, toen ging hij gelijk de directeur van inkoop bellen van, je moet dat meisje niet laten wachten. Dus toen dacht ze al van, grappig. Werd ze opgehaald, bleek dat dat de eigenaar was van het hele bedrijf. Gewoon de eigenaar van alles. En zei ze van, what the fuck? Als ik dat van tevoren had geweten, had ik echt zoiets van, gewoon chill praten. Ja. Maar dat liet gelijk al zien dat hij, zeg maar, dus ook een stagiair, zeg maar. Gewoon behandeld als een normaal mens. Ja. Precies. Er zijn denk ik genoeg bedrijven, zoals je altijd in films ziet, weet je wel. De secretaresse al zegt van, kom maar over een half jaar terug. Misschien heeft hij tijd. Ja. Dat soort dingen. Ja. En dat vind ik wel leuk om te zien. Dat dat ook bij echt bij gewoon grote bedrijven steeds meer. Maar ik denk ook wel dat als je op een gegeven moment als ondernemer een soort multinational hebt, kom je ook op een stap dat ik denk, het moet je niet te diep in je bol schieten, zeg maar. Nee. En ik kan soms nog best wel het begrip krijgen dat dat gebeurt. Zeker. Weet je, ik denk dat als jij echt gewoon jarenlang gegrind hebt voor je euro's en je pakt ineens miljoenen. Kijk, je hebt heel veel ondernemers die gaan er te diepte in omdat ze niet meer op de zaak letten. Ja. Je pakt gek money, je denkt dat het goed gaat. Je vliegt naar de andere kant. Dat heeft mijn vader ook gehad. Die is naar Thailand gegaan. Die heeft daar het leven op zijn beste gevierd, zeg maar. Ja. Maar die heeft de zaak achtergelaten. Ja. Maar hij runde het nog wel. But everybody needs him. Ja. 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 Hij runde het nog wel, maar hij dacht ook dat mensen het zouden runnen. Ja. Maar weet je, het was Frontrunner heette het. Misschien zegt Dat kan ik zeker. Sneakers dat is die Sneakers. Sneakers Store. Nog wel sneakers gekocht, man. Precies. Was de voorste letters waren een andere kleur dan roze en blauw of zo. Ja, precies. Ja, door jou kon hij naar Thailand toe. Maar en door jou is hij ook kapot gegaan. Nee, niet door hem. Heeft hij dus zelf gedaan. Doordat ik geen sneakers meer kwam kopen, is het precies. Nee, maar dan heb je inderdaad, kijk, het was op een gegeven moment zo'n groot bedrijf dat alle werknemers die kenden, de meeste kenden hem niet eens meer. Nee, precies. Maar dat doet er niet toe. Het is gewoon belangrijk dat je je kop laat zien. Al is het op kantoor, al is het op. En dat je gewoon, je moet op diezelfde lijn staan met je werknemers. En hij stond hier, hij vloog ook nog eens naar de andere kant van de wereld en nobody saw him anymore. Ja, zeker. Ja. En dan krijg je een soort van dat iedereen ook denkt, Jaapie die zit lekker in Thailand. Ja, dan gaan wij ook maar een beetje Tuurlijk. Uit onze neus lead by example weer. Lead by example is daarbij heel belangrijk. Communication is key. En laat zien wat je wil dat anderen doen. Ja. Ik vind dat ook altijd doodvervelend. Ik hoor wel eens mensen die bij een niet nader te noemen warenhuis, wat we allemaal wel kennen, gebaseerd op een klein vliegend insectje. Dat daar zeg maar heel erg top-down management is. En daar wordt gezegd van, jij moet op zaterdag van 7 tot 7 s'avonds werken. Maar zelf is de manager er nooit te vinden om die tijd. Dan denk ik, dat is wel makkelijk. Jij kan lekker om 12 uur beginnen en om 4 uur naar huis op zaterdag. Dus jij kan uitslapen en chillen dingen doen. Maar ik verwacht wel dat iedereen onder jou zich helemaal de schompers werkt
dan denk ik van, ja, pik, wat ben je aan het doen? Precies. Zo werkt de wereld. Management. Nee. Maar het gebeurt overal, non-stop. Het gebeurt echt bizar veel. Nee, ook puur het feit dat jouw vader dan bijvoorbeeld naar Thailand vliegt en daar heel groot leeft en zo. Dat, ik denk dat dat ook wel effect heeft op de werknemers. Want ik weet bijvoorbeeld van Walmart. Ja. Dit is een van de grootste supermarkten in Amerika geworden. Ja. Maar die CEO ging altijd gewoon volgens mij of met een coach flight hij een meeting had. En hij lette echt nog steeds op elke cent. Want hij had zoiets van, ja, ik kan niet zo groot gaan leven als mijn werknemers gewoon voor minimumloon daar staan te werken. Dat klopt, ja. Ja. Ik weet ook niet, ik weet dat Ikea, die Ivar Kamrad of zo, zoiets. Ja. Die werkte ook altijd een aantal weken gewoon alle functies. Dus ja. Schappen vullen, in het warenhuis. Hij deed alles, deed hij ook gewoon zelf. Van, joh, laat me gewoon altijd in contact blijven met wat jullie doen. Want anders snap je ook niet wat kut is. Want je kan als management wel zeggen van, iedereen moet 10 minuten sneller werken, weet je wel. Alles moet zoveel procent sneller. Maar gedoet. Iedereen op de werkvloer zegt van, joh, hij heeft niet door dat we ons al helemaal de tering werken. Het ligt aan andere dingen. En dat gebeurt ook veel te vaak. Want dat hadden wij in de supermarkt, toen ik in de supermarkt werkte ook altijd. Dan hadden ze weer iets bedacht. Zeiden ze van, ja, jullie moeten dit en dit doen. En dan zeiden ze van, ja, hoe dan? Ja. En dan krijg je een soort van haatrelatie. Dat je denkt van, ja, lekker makkelijk. Want jij komt hier met je BMW, kijkt even een kwartier. Ja, dat. Je bent weer en gaat weer pleiten, ja. Leuk bedacht. Kijk, dat je natuurlijk kom je op een gegeven moment op een punt als ondernemer dat je dan misschien niet meer hele dagen je kop kan laten zien in de winkel en de hele dag door kan vakken vullen, zeg maar. Nee, maar ik denk wel dat het juist belangrijk is dat je er ook tijd voor vrij maakt. Want dat bedoelde ik dus ook met dat het niet naar je bol stijgt. Dat je even langskomt in je geile BMW. Dat je even iedereen gedag zet en dan weer weggaat. Dat is niet je kop laten zien. Nee. Weet je, het is ook belangrijk dat jij je letterlijk op het niveau zet. Waar, want, weet je, die werknemers die voor minimumloon staan, die zorgen wel dat jij naar Ibiza kan. Zeker. En als jij je niet op dat niveau laat zien dat die mensen niet meer jouw waardering voelen, ja. Mm-hmm. Kom je op een punt dat je niet meer naar Ibiza kan. Nee. Ben ik heel benieuwd hoe je kijkt naar de statement. Je hebt altijd het statement, klant is koning. Ja. Maar er is een soort van tegenbeweging van mensen die zeggen, werknemer is koning. Ik ben sneller werknemer is koning. Ja, want daar wordt heel erg gezegd, dat denk ik ook. Want die communiceert uiteindelijk naar de klant. Ja, weet je, als jij als werknemer daar niet gewoon je beste geeft en maar gewoon een beetje staat te hangen achter de balie, een beetje op je telefoon, en klanten die wandelen maar langs en je praat niet eens tegen ze, dan voelt die klant al zich niet gewaardeerd. Mm-hmm. Plus je hele vibe in de zaak klopt niet, zeg maar. Nee, als jij er als werknemer staat, je doet je best, maar weet je, ik geef ook die waardering aan die werknemer. En die denkt, oké, nice, ik ben goed bezig. Die krijgt een vibe. Ja. Die vibe komt bij de klanten over. En dan heb je automatisch klantenskoning. Ja. Nou, maar wat ik ook denk dat ook, want ik denk dat soms klantenskoning ook doorgeslagen is, want ik heb dan een webshop en daar heb ik ook klantservice bij. Er zijn ook gewoon klanten die geen koning zijn. Er zijn klanten die het gewoon kwijt zijn. Ja, die zijn het gewoon kwijt. Die proberen het onderste uit het vaatje te halen. Ja. Misbruiken waar het kan. Ja. En als je dan een werknemer hebt en tegen die werknemer gaat zeggen van, joh, je hebt dit verkeerd aangepakt. Terwijl die werknemer denkt van, ja, maar die klant probeert maar gewoon anders te nakken. Ja. Dus wat gebeurt? Ja. Dan haalt de manager erbij. En dan gaat de manager voor de ogen van de klant tegen die werknemer zeggen van, ja, wat doe je eigenlijk? Ga maar naar achter. Ja, en dan is die hele relatie is naar de klote. Ja. Er zijn genoeg klanten die... klant is niet helemaal ziek van worden. Rasopportunisten. Nee, klopt 100 wat je zegt inderdaad. Ja. Hey, ik wil nog wel even iets dieper ingaan op, want je verkoopt vintage kleding. Ja. Hoe is dat allemaal ontstaan? Nee. Hoe ben je erbij gekomen? Ben je gewoon begonnen? Kijk, bijvoorbeeld, je hebt een site zoals Printful, waar je gewoon printjes kan maken. Hoe heb jij die start kunnen maken met gewoon kleding ontwerpen? Ik ben niet misschien of een zelf gewoon alles gemaakt. Zeg maar. Ja, je had eerst, ik was dus eerst dat ik Infinity, dat was mijn kledingmerk. Ja. En daarmee stond je ook daarover dat in de quote. Ja. Okay, daar wil ik straks nog wat dat dieper was mijn op start ingaan, maar dat we deze. En alleen dat merkte je toen al en nu al helemaal. Iedereen staat in kleding. Echt iedereen. Elke hoek van de straat zit er eentje. Ja. En het is ook het leukste om te doen. Tenminste, het is altijd wel bijvoorbeeld, ik ga ook naar kleding kijken. Ik vind het wel leuk om een beetje kleding te ontwerpen. Het is leuk. Totdat je gaat zeggen, het feit dat iemand, ik zie zo vaak, het feit dat jij een printje op een shirt gezet, dat vind jij heel tof en je moeder vindt het ook superleuk. Ik vind je koper de een. En de rest van de wereld denkt, wat de fuck moet ik met jouw shirt met dope alien? Weet ik voor wat je er nou weer opgezet hebt. Ja, leuk. Wat is jouw verhaal dan? Ja, maar dat is het. Waar is jouw verhaal dan? Ja. En kijk, het was sowieso grinden om gewoon jezelf een beetje naamsbekendheid te geven. Ja. Ik heb geen investeringen gehad en dan is het echt gewoon euro's en euro's, zeg maar. Kijk, ik zeg altijd, kijk, als je een tonnetje krijgt en je gooit het in je kledingmerk, ja, dan ben je er zo.
Weet je, iedereen vindt ineens je merk tof. Je kan zo makkelijk 20.000 volgers investeren. Letterlijk met Facebook ads, Insta ads. Ja. En daar hoef je niet iets bijzonders voor te doen. Maar het was zo moeilijk. Kijk, het was, ik kon ervan leven als jong jochie, zeg maar. Mm-hmm. Maar kon je ervan leven in verband met de tijd, met de uren die je erin stak. Ondanks hoe tof het was. Want kijk, jij hebt het natuurlijk ook gedaan. Maar begrijp jij dan ook als ik zeg van ja, kijk, ik vond het heel tof om echt nachten te designen en echt toffe shit te maken. Maar dan heb ik daar dus echt gewoon weken in gestopt. Trop ik die collectie. Geen waardering. Nee. Of x aantal orders. Ja. En ik heb nachten lopen grinden. Ik was zelf helemaal hyped. Maar als jij dan die ene trui dat je denkt van, oh jongen, daar heb ik een week aan gewerkt. Maar die wordt maar 3 keer besteld. Dan denk ik, ja. Wat nu weer? Wat nu weer, weet precies. Je wel. Wat moet er nou weer gebeuren? Ja. Om, het verschil tussen een kunstenaar en een verkoper, denk ik ook wel. Ja. Dat zie je veel. Ja, of commercieel, ja. Commercieel en creatief ingesteld zijn. Ja. Precies. Hele verschillende dingen. En dat was voor mij toen ook, toen kwamen de mondkapjes. Dus dat was voor mij het punt van dat ik dacht, oké. Ik kreeg het eigenlijk een soort van in mijn hand geschoven. Van, mijn pa die zat dus bijvoorbeeld al in Thailand. En die zegt, ja, iedereen zit hier al in die dingen. Koop gewoon 80. Kijk maar wat er gebeurt. Ja. Er gebeurt er niks. Be my guest. Dus ik had dat gekocht. Nou ja, ze lagen er een paar weken. Ja, 1 of 2 verkocht, weet je wel. En toen dacht ik, oké. Ik spaar 6-7 mei er bij elkaar. En ik ga naar in de buurt Utrecht. Mm-hmm. Nou, ik deed daar zo'n advertisement. En precies op dat moment kwam die verplichting voor in de trein. Oké. Maar het is 80 verkocht binnen 2 uur. Ja. Weet je, ze kosten, ik had best wel hoge marges er ook op zitten, mm-hmm. Want die dingen waren best wel duur. Ze waren echt 3 laag, 100% katoen. Er zat een PM2.5 filter in. Ja. Die filterde 89% van alle bacteriën en stof. Het was echt een ding, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik meteen overproductie aangevraagd en toen ging het lopen, weet je wel. Het ging niet over 2-3 mondkapjes per dag. Nee, het ging er 80, 200 per dag, zeg maar. Ja. En je ging rammen, maar ik... Het ging sneller dan dat ik eigenlijk kon, zeg maar. Mm-hmm. Weet je, ja. Want je gaat... Ik zat gewoon letterlijk op mijn zolderkamer. Gewoon echt letterlijk jullie bureaus bij elkaar. Dat was de ruimte die ik had. Mm-hmm. En er kwam dan nog net niet een hele pallet binnen aan mondkapjes. En ja, hoe ga ik dat nou in godsnaam verwerken? Ja, precies. Dus toen ben ik op een gegeven moment anti-kraak gaan huren. En toen had ik echt zo'n soort oud schoollokaal van 40 vierkante meter. Ja. En dan echt al die dozen erin gestand. Had ik een paar vrienden opgetrommeld van oké, je moet gewoon... 8 uur 's ochtends moet gewoon gaan inpakken. Rammen. En leveringen kwamen erbij. Toen kwam ook nog die mondkapjesplicht en openbare ruimtes. Ja, toen was het gewoon golden business. Dat was de enige die daar blij mee was. Maar het was altijd inderdaad dat je thuis kwam en dat ik mijn moeder dan zag zitten. Moet ik dat kutding op? En ik, ja! Dat was nog echt warm ook. Ja. Gezichten afsmelten gewoon. Precies. Nou ja, en toen... Maar heb je toen... Hoe ben je die gaan verkopen? Want je zei pop-up, maar je zei ook advertisements. Is dat online geweest, advertisements? Nee, ik heb echt alleen maar in de buurt AD gedaan en zo. Ja, en dat was je verkocht ook echt in de winkel alleen, of wel online? Alles online. Online. Ja, en ik heb op een gegeven moment wel met retailzaken heb ik ook samenwerkingen gedaan. Ja. Maar ik merkte, ondanks dat, weet je, een mondkapje kostte een tientje. Hebben gewoon dagen gewoon 8.000 euro omgezet een mondkapje. Dat was echt bizar. Ja. Dat was gewoon ram. Mm-hmm. Het is heel leuk dat een retailzaak 2 mei er een mondkapje kwam. Maar als ik daar 3 uur mee bezig ben op de dag. Ik had al 300 pakketten in kunnen pakken, zeg maar. Weet je wel. En toen op een gegeven moment zaten we dan in zo'n oud schoolpand. En dan betaalde ik 2 meijer voor een maand anti-kraak. Ja. En toen werd het zoveel. Moest ik nog een ruimte ernaast. Nog een klaslokaal moest ik erbij huren. En toen stonden we daar echt in de zomer inderdaad. Toen was het fucking warm. En je zat in zo'n anti-kraak gebouw. Dus je had geen airco, niks. Dus ik gewoon shirtless. Maar dan nog wel met een mondkapje op. Omdat het nog zeg maar dat moest, weet je wel. Dus echt gewoon nog net niet in mijn onderbroek met zo'n mondkapje op. Stond ik echt met vol met zweet. Stond ik die Breaking dingen bad, in. Ja, zo was het wel. Zo'n verhaal. Nee, dat ging best. Ja, dat was echt... Alleen toen wist ik nog... Wat ik zeg al, je gaat sneller dan... Ik kan niet zo snel gaan, zeg maar. Nee. Dus maar het ik ging wist toen ook niet, heel snel. Ik wist niet eens dat PostNL ophaalservice had. Dus om 4 uur zat ik letterlijk in de bus van Kanalen en Utrecht Centraal... met 4 van die dozen vol met enveloppen op mijn schouders... Mm-hmm. Om nog voor 5 uur bij het PostNL-punt aan te komen, zeg maar. Nou, stonden we daar 3 kwartier te scannen erin. En toen was ik om 6-7 uur thuis. En volgende ochtend 7 uur gingen we weer. Was gewoon de hele zomer was drammen, zeg maar. Ja, ja. Alleen, ik heb toen wel heel erg geleerd ook. Kijk, je ziet heel snel geld binnenkomen. Maar je wil meer natuurlijk. Je denkt, oké, nu zit ik in die hype. Ja. Dus ik had heel erg een soort van, oké, adverteren voor 8.000 euro. Prima, doe maar even. Ik ben druk met inpakken, weet je wel. Ja, precies.
geld gaat er zoveel sneller uit dan dat je het door hebt eigenlijk, weet je. Ja. En daar heb ik wel echt, op dat punt heb ik heel erg geleerd van, oké, hoe goed je business of hoe slecht je business ook gaat, check je finances. Altijd. Ga er nog als het moet 10 uur langer voor zitten. Yep. But always check, wat komt er binnen en wat kan ik nou echt uitgeven? Ja. Want omzet kan je kan een ton omzetten, maar als jij voor 95.000 euro aan kosten hebt, ja, en je moet nog belasting afstaan, precies, waar ben je met 200 euro in, zeg maar, ja, weet je? Ja. En ja, dat is wel echt waar heel veel mensen sowieso de mist in zijn gegaan. En ik, ja, toen ook. Ja, zeker. Ik heb het nog wel net goed kunnen spelen, zeg maar. Maar ik had echt wel 15.000 meer kunnen pakken aan het einde van de rit dan dat ik uiteindelijk gepakt heb. Ja, en hoe had je dat kunnen pakken? Niet even een belletje opnemen en zeggen, oh, 8.000, ja, doe maar. Ja, ja, precies. Ja, goed nadenken over de ROI van de dingen die je doet. Ik heb het daar veel over met de jongen die dus die voetbalschoenen verkoopt. Die vaart ook nog best wel op onderbuikgevoel, financieel, ja, gezien. En, want het is bij hem ook zo, snap je? Het was een leuke hobby. Gaat ineens best wel hard. En dan verkoop je steeds meer paardjes schoenen. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, hey, kan je niet een soort van weggeefactie doen? Hoeveel kost dat voor inkoop? Oké, zoveel eurotjes. Wat is je marge? Zei, ja, ik denk dat het wel kan. Daar zit het gevaar in. Ja. De denk dat ik het wel kan. Want als het goed gaat, top. Maar straks geef jij iets weg van 7 euro. Maar na alle acquisitiekosten, transactiekosten, yeah, en zo, hou jij maar 6 euro over. Ja, dan ben je gewoon euro's weg aan het geven. En dan, ja, word je een goed doel. Is ook leuk. Ja, maar ja, dat is niet waar je het altijd, nee, voor doet. Nee. Zeg maar. Nee. Weet je? Maar dat vinden mensen stom. Want het is ook stom. In ieder geval, ik vind het ook niet, ja, heel leuk. Ik heb een hele Excel, ja, en die moest ik helemaal bouwen. En ik dacht echt, oh, fuck. En die heb ik overgenomen. Ja. Nee, maar het, ja, is wel dat je denkt, weet je, je hebt echt... Cruciaal. Ja. Letterlijk, wat ik zei, ik heb letterlijk in mijn onderbroek met een mondkapje op mondkapjes te inpakken, dagenlang. Ja. Ja. En dat ik dan wel aan het einde van de rit denk, ja, 15 jammer, ja. Daar had ik nog net wel wat anders mee kunnen doen. Ja. Mm-hmm. Weet je, daar leer je van. En dat is op zich niet erg, want dat is wel waardoor ik nu elke dag altijd 3 uur nog even mijn finances check. Mm-hmm. Ja. En dat je ook een soort van daar een vast systeem in krijgt. Echt een routine van maken. Precies, ja, het is een routine. En hoe kut het ook is, weet je, je leert er ook van. En je op een gegeven moment wordt het minder erg. Liquiditeit. Yes. Precies. Dat is gewoon waar iedereen accountancy haat. Ja. Ik had dat tijdens mijn business minor, had ik accountancy. Zo, inderdaad. Toen dacht ik ook zo van, waarom, ja, moet ik dit allemaal weten? Maar het, mm-hmm, kan gewoon heel snel gaan. Ja, echt. Maar zeker ook met liquiditeit. Ook met faillissement. Ja. Je krijgt maar op het verkeerde moment een, ja, btw-aanslag. Ja. Ja. Weet je, dat hebben wij ook. Dan zit je ineens, oh, vierige btw. Ja. Ja. Je balans moet je gewoon kennen. Ja. Oh, ja. Ja. Maar dat heb ik niet eens. Er is eens. Enige discrepantie tussen wat hier gevraagd, yeah, wordt en wat hier staat. Maar maak je dan ook zelf een balans of zo? Ja, nee, ik heb nu met mijn moeder, want ik ben dus heel slecht in Excel, heb ik een soort hele sheet gemaakt, ja, dat ik alleen de omzet hoef in te vullen en het rekent zichzelf helemaal uit. Ja, goed echt, zo, wow, ja. Vet. Maar dat vind ik interessant, want je zit nu in de vintage kleding, ja, en dat koop je in, ja, wow, maar daardoor hebben items allemaal verschillende kosten. Het is zo'n systeem. Kijk, ik heb een standaard product. Ik weet, mijn inkoop is dit, doe het keer het aantal stukken dat ik in hem gekocht, prima. Dus iemand koopt iets, dat zijn de kosten, bam, uitgerekend. Ja. Maar die jongen met die voetbalschoenen, die loopt er tegenaan, want die is eigenlijk ook gewoon vintage schoenen. Ja. De een koop ik in voor 50 euro, de ander voor 100 euro, de ene 200 euro, snap je? En dat, maar het is allemaal one-off. Ja. Dus het is leuk, want dan moet je dus allemaal one-off in het systeem gaan zetten de, ja, hele tijd. Ik ben er vorig jaar mee begonnen en toen op een gegeven moment, de eerste maand, dacht ik, oh joh, moet wel goed komen. En toen ging ik naar mijn boekhouding toe, toen dacht ik, nee. Volgende dag dacht ik ook meteen, ik ga gewoon uitbesteden. Uitbesteden. Ja. Dus, ja, ik heb inderdaad, ik heb nu ook een boekhouder en een accountant die dat helemaal wel bijhouden. Want kijk, daar waarschijnlijk doet hij het per stuk. Ja. Ik doe het wel zo, omdat onze online... We hebben ook nog online, zeg maar, onze core business... naast, ja, de winkel die we nu hebben runnen... is wij kopen in op kilo's. En dat, ja, is, precies, zeg maar... Er komt bij ons echt wel gewoon, ik denk... 500.000 kilo per week komt er gewoon langs, ja, aan kleding. En dan betaal je gewoon een prijs per kilo. Ja. Maar dan is... Je weet niet wat er in die zak zit, zeg maar. Een zak, mm, is vaak 20 tot 30 kilo. Ja. En dan ga je dat uitsorteren. Ik denk dat je misschien uit zo'n zak... waar dan misschien 100, 200 artikelen in zitten... kan je er misschien nog 50 tot 60 max in je winkel hangen. Ja. De rest it ain't even worth it. Nee. Maar dat kan je dus hebben, bijvoorbeeld het Vinted team. Dat zijn 20 meiden, zoiets. En die zetten de alles dealers. Op Vinted. Dealers? Nou ja, we hebben de dealers, de Vinted team. Oh ja, team, dealers dus, zijn online. Oh, ja, ja. We hebben een Vinted team en we hebben de winkel. Okay. Het Vinted team, dat is eigenlijk het uitmelkteam, noem ik het, zeg maar. Die zakken, dus dan heb je 40% voor de winkel... 40, 30% wat je op Vinted kan verkopen voor een prikkie. Ja. Mm. Ik heb gewoon afspraken met die meiden van, oké, joh, als jij 2-3 dagen in de week kan komen werken, be my guest, stop. En jij pakt gewoon 25% van de omzet. Ja.
Als jij maar voor mij 10 ruggen omzet, mag je er 2500 euro van hebben. Als jij een tientje omzet, heb je 52. Ja, no care. Precies. Nou ja, weet je, dat wordt niks wel. Oh, oké. Okay. Nou, en dat kan ook oprecht goed gaan, wel willen doen. Mijn vriendin is echt vintage addicted, joh. Het kind loopt de hele tijd naar de fucking supermarkt om weer een pakketje weg te brengen. Dat ik denk, Jesus Christ. Maar dat is ook een soort van ondernemen. Ik vind dat best wel geinig dat dat nu gewoon zomaar kan. Ja. Ook voor meisjes, want het is wel meer voor meisjes dat vindt. Je hebt echt mensen die gewoon hun baan vervinden. Ja, dat klopt. Het is best wel ziek. Trouwens wel een risicootje hoor. Want ik zag dat mensen op United Wardrobe hadden ze dat ook. Yes. Maar daar staat in de algemene voorwaarden. Dus je in principe, je hebt niet het recht om een reseller te zijn. Van, je mag niet je business. Het is niet van, oh, ik ben ondernemer. Het kan niet je business worden. Nee, en toen waren zij boos. Want toen was United Wardrobe opgekocht. Ja. Toen hadden ze gewoon die accounts geskipt. Ja, door bam, het is nu gewoon Vinted en jouw account. Ja, later met al je volgers. Toen waren ze helemaal boos. Van, ik had 10.000 volgers en nu is mijn hele business. Mensen zijn business. Maar dat werd toch ook gezet? Geklaard, volgens mij, ik had dat zeiden ze ook, maar omdat zij het zakelijk gebruikten. Vinted zei dat is een zakelijke verkoper. Oh, dat is niet persoonlijk gebruik. Oh, ja, dat gaan we niet overzetten. Ja. En die waren helemaal beledigd. Dacht ik, dat zijn de algemene voorwaarden. Voor Vinted is het juist wel aantrekkelijk dat er zulke mensen op zitten. Maar Vinted, ik snap niet hoe zij hun winst pakken, want zij hebben ook geen marge over. Je producten aan de top zetten. Dat is letterlijk waar we zijn. Oh, oké. Okay. Nou, want United Wardrobe pakte altijd een marge. Ja. Dus ieder pakket. Gast uit Utrecht trouwens, United Wardrobe. Ja. Thijs Verhul, heet hij. Ik weet niet voor hoeveel hij het verkocht heeft, maar ik denk dat hij nu ook in Thailand zit. Met je Die zitten met z'n tweeën aan de groep. Daar, joh. Op het strand. Ja, dat is wel leuk daar. Zo. Nee, maar wij hier geen licht. Zij pakken wel geld op, volgens mij pakken zij echt maar 5 of 10 cent op verzending. Ja. Maar ook op als jij dus je product op de homepagina wil zetten, dat kost je een eurotje. Mm. En dan denk je, vindt het marge, maar goed, je hoeft maar 10.000 mensen te zetten. Nee, dat is hetzelfde met Sumup die je hebt. En je hoeft maar gewoon 50.000 pakketjes te versturen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een mooi andere software, hè? Ja, dat is ook dat stukje massa ontwikkeld is, dan is het mooi. Maar dat is ook, ik had laatst een gesprek met een vriend van mij, en hij zei, maar ik snap nooit hoe bedrijven hun geld pakken en wat nou de slimste manier is. En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Airbnb, die hebben zelf eigenlijk geen huizen. Uber Eats, zelf geen restaurants. Thuisbezorgd, zelf geen restaurants. Trivago, zelf geen hotels. Het zijn alleen maar die doorkoppelsystemen. Bemiddeling, Thuisbezorgd die gewoon 1,25 miljoen euro omzet op kerstavond. En ze hebben letterlijk 10 man achter een balie zitten voor de klantservice. That's it. Mm-hmm. En die fietsertjes dan, hè? Ja, wat ik wel denk, kijk, bij al die bedrijven die je net noemt... Die trouwens niet bij allemaal, zijn. Nee. Maar bij een groot deel is het wel het nadeel dat je hebt... is dat er een stukje schaalvoordeel bij komt kijken. En ook hetzelfde bij YouTube. Toen YouTube verkocht werd aan Google... Yeah. Was het in principe niet een winstgevend bedrijf. Nee. Totaal niet. De grote uitdaging bij YouTube was van... super tof, fucking veel gebruikers. Er zit hier waarde... Maar hoe we het eruit gaan halen, God knows. Ja. En dan moet je een investeerder hebben die zegt van ik heb wel vertrouwen dat ik hier, als het me lukt, ik een grote klapper kan slaan. Ja. En dat is bij heel veel van die bedrijven. En Uber Eats of Amazon. En Amazon kan niet draaien puur op één van de dingen die ze doen. Nee. Het moet een soort van heel compleet beeld zijn voor allerlei services die samen een gigantische conglomeraat creëren. Ja. Ook omdat er gewoon heel veel mensen zijn die zeggen, ik wil er wel geld in blijven pompen, want het wordt toch maar meer waard. Mm-hmm. En aan de ene kant is dat heel tof, maar aan de andere kant is dat super flauw. Want de gemiddelde ondernemer moet gewoon marges pakken op de dingen die ze verkopen. En ga maar opboksen tegen iemand die... Man. Dit boek dat ik aan jou verkoop, daar hoef ik geen marge op te pakken. Want met een kickback van Amazon Prime en wat je daarmee doet, kan ik weer zoveel verdienen. Ja. Hoe ga je daar als boekenwinkel, Janse boekenwinkel, kan daar nooit tegen op. Nee. Dus dat is wel ook heel dubbel, denk ik. Ja, true. Ik heb een halfjaartje in Engeland gewoond. En dan kon ik wel via Amazon kon ik zeg maar 10, 15 boeken kopen. Dat is nog ineens 40 euro kwijt. Ja. Dat is nog echt nergens op. Ja. Ziek, hoor. Dit heb je niet op bol.com. Nee, klopt. Op Amazon. En toen dacht ik ineens van, er zit wel een heel groot verschil tussen. Ik denk dat bol.com ook ten onder gaat, man. Ik denk niet maar dat ik moet zeggen, halen. Ik blijf nog... Ja, misschien ben ik dan zo. Maar ik blijf nog wel bij bol.com. Nu wel, ja. Ik denk op lange termijn, want je krijgt nu, weet je, die dropshippers en zo, die krijgen steeds meer verstand van e-commerce. Die gaan echt, ik denk dat als je op 10 jaar basis kijkt, dan is bol.com niks meer vergeleken met wat er online gaat gebeuren. En plus, ik denk dat bol.com op twee kanten nu zijn eigen graf aan het graven is. Enerzijds is Amazon gewoon heel hard voor ze aan het rennen en ik heb Amazon gebruikt, dus het werkt wel echt goed. Ja. Want het is er altijd. Ik bestel best wel wat boeken, maar soms van die businessboeken die je dan aangeraden krijgt, die... een beetje out there zijn, zeg maar. Die koop je niet zomaar in een standaard boek. Ja. En bol.com heb je best vaak dat je dan draw on a blank. Er is niet. Fucked up. Amazon heb je dat nagenoeg nooit. En dan moet het misschien wel komen uit Zweden en dan wacht je wel langer. Ja. Maar het komt wel. Ja. Daarnaast heb je dingen als Prime erbij. 3 eurotjes.
kan ik alles kijken wat ik wil aan films. Ja. En ik krijg gratis verzending op al mijn orders. Nou, en daarbij, vorig jaar was ook van de licht, hè, was wat kapot. Ja. Je krijgt gewoon geld terug. Ja, ja, maar dat heb ik nooit teruggestuurd. Ja. Ze zeggen gewoon, en ik had zelfs nog, ze zeiden van, het was €250 of zo die set. En er was een iets stuk gegaan in de eerste week. Zij zeiden van, nou, we willen een nieuwe set. Die was er niet. Zeiden van, ja, we willen wel 10% van het aankoopbedrag terugmaken. Zei ik, nou, maak er €65 van, dan vind ik het goed. Ze zei, oké, cool. Ja, top, oké. Okay. Ja. Gewoon dat soort dingen. En Bol gaat het nooit. Nee, want dat is ook anders. Ook ja, omdat ze het geld niet hebben, snap je? Zij kunnen dat ook niet doen. Het is ook zonde als je 7,5 ton overmaakt naar een, wat was het nou? Heb je dat? €750.000 ja, naar phishing mails en scammers. Ja. Oh ja, dat was ik ook. Ja, gewoon echt kwijt zijn. Ja. Maar ik moet ze wel geven, dat heb ik in de story ook geplaatst. Wat ik dan wel weer heel leuk aan Bol.com is hun marketing en communicatie afdeling. Maar dat ik denk dat ze wel een band hebben met ook gewoon misschien de mensen die dan gewoon echt Nederlands zijn, die dan Amazon niet kennen of dat dan eng vinden. Ik denk dat ze daar wel echt een soort daar van... Daar spelen ze heel erg op. Ja, dat. Daar vertrouwen met ze Sinterklaas ook heel erg op. En ja, die klantrelatie, daar vertrouwen ze heel erg op. Maar dat is waarom ik denk dat ze dus aan de andere kant zichzelf een graf aan het graaf zijn. Er zijn nu heel veel Jaruan aanhangers, die gasten die Bol.com verkopen doen. Die verkopen gewoon... Nee. Dat is die Aziatische jongen. Als je YouTube-filmpjes kijkt, zie je altijd zo'n reclame van wil je online geld verdienen? Ja. Ja, die krijg ik niet. Ik zit hier in Bali. Ja, die zijn ook jullie. En mijn Lambo's. Ja, precies. Ja, die leert mensen hoe je kan verkopen op Bol.com. Want je hebt zeg maar het verkoopplatform. Jij kan in principe zeggen ik heb en die ga ik daar verkopen. Ja, tweedehands. Ja, ook. En ja, tweedehands, maar ook maar zelfs ook gewoon zelf, nieuw. Okay, ja. En, maar het probleem is dat het wordt niet echt goed opgelet wat die mensen verkopen. Dus er wordt fucking veel troep verkocht. Okay. Mensen die halen shit van AliExpress en die verkopen dat daar voor veel te duur. Die nemen niet goed retouren aan. En er zijn heel veel die het wel goed doen, maar ook heel veel die het niet goed doen. Ja. Dus de kwaliteit wordt er niet per se beter. En de consument weet dat niet. Nee. Kijk, als je goed kijkt, zie je wel. Het is een zeg maar derde partij die dit aan jou verkoopt. Maar de meeste mensen denken gewoon gekocht bij Bol.com. Kut kwaliteit, service al slecht. En dan denk je zelf ook, juist, en dan ga je die klantrelatie ook ondermijnen. En dan ben je ineens je eigen graf aan het graven. Een vriend van mij die had die verkoopt van die pokersets op Bol. Ja. En die koopt hij gewoon voor €5, koopt hij die in China en laat hij er gewoon echt een paar honderd over shippen. Ja. Heeft hij ondertussen in die tijd heeft hij in Nederland een bedrijf dat maakt pokerdoosjes, maar dan eigen branding. Ja. Betaalt hij ook €5, nou is het tientje kwijt. Ja. En dan is dat helemaal mooi gesetteld samen. Dat is mooi. En dan verkoopt hij het voor €50, verkoopt hij het op Bol. Ja. En rammen wat hij doet. Wat het idee is, hij zei tegen op een gegeven moment. Hij zei, kan voor €500 kan ik gekke reclame maken. Maar wat ik doe, is ik geef iedereen €5 als je een recensie plaatst. Gewoon een goede recensie op Bol. Ja. Ze had die 100, 150 recensies voor. Schiet je naar boven. Schiet je als eerste naar boven. Nou, die gaat binnenkort ook naar Thailand, kan ik je vertellen. Ja, ja, dan pak je. Ja, dat, en het werkt maar ook heel goed. Maar ik vind dat ze wel, die recensies vind ik wel echt niet eerlijk. Ja, maar waarom nou, ik vind dat gewoon niet eerlijk. Dat is gewoon nep. En dit it's is ook, kind of lie, this game. Ja, dit was ook met Joop. We hadden een keer een jongen, was in Londen. En hij is ook super grappig. Hij had toen een nep restaurant. Via puur gewoon recensies dat hij zelf ging schrijven over dat restaurant. Had hij, dat heette dan The Shed. En dan had hij gewoon een toprestaurant gewoon gefaked. Via gewoon puur die recensies. Gewoon omdat dat eigenlijk gewoon allemaal fake is. Ja, dat is, en dat is echt het gevaar. Ik vind het echt smichtig, ja. Nou, maar dat is aan de andere kant. Want dat is wel, dat gaat heel erg aan twee kanten. Aan de ene kant kun je er als ondernemer zelf wel misbruik van maken. Omdat je dus zelf... ja, dat kan je fabriceren. Ja. Maar aan de andere kant vind ik ook dat klanten tegenwoordig bijna te veel macht hebben. Want op een Trustpilot heeft best wel wat macht. En kijk, ik heb bijvoorbeeld klanten. Ik hou me aan alle regels die we afgesproken hebben. 14 dagen retourtijd, dat kan allemaal netjes. Maar als jij na 3-4 weken naar me toe komt en zegt... Ja, maar ik had er niet aan gedacht en jullie moeten niet zo gierig zijn. Doe gewoon retouren. Ja. Dat zijn niet de afspraken die we gemaakt hebben. Maar op Trustpilot zet de klant wel neer. 1 ster. Luister niks naar wat je zegt. Geef je geld niet terug. Oplichten. Dat klopt. Met mondkapjes had ik dat ook. Weet je? Het is natuurlijk, je verkoopt iets en het moet, maar nobody wants it. Mm-hmm. En dan heb je sowieso al zijn min 1 eigenlijk. Want iemand koopt iets met tegenzin bij je. Maar ja, wij leverden binnen 1-2 werkdagen gewoon echt 95% van de mondkapjes binnen 1-2 werkdagen. Ja. Maar PostNL, weet je, lockdown, PostNL ging gek. Ja, dus dat duurde soms echt gewoon een week. Ja. En, maar wij hadden alles binnen 1 werkdag sowieso ingeleverd. En we deden het ook echt nog in het weekend en zo. Maar dat mensen ook boos werden op ons dat het te laat geleverd is. Wij kunnen er al niks aan doen, want het ligt daar. PostNL is ook echt pakketten kwijtgeraakt en zo. Maar iemand zegt dan op Trustpilot, ze leveren niet oplichters. Ja. Maar dat is niet, that's not the story, zeg maar. Ja, oké, maar dat kan je ook wel verwachten, ja.
Maar dat is klant zijn. Ja, dat hoort kennis hebben van het proces. Nee, ja, klopt. Dat is een heel groot ding. Ik had dat ook. Of ik gewoon begon met geen koning. Algemene voorwaarden lezen. Geen koning. Niemand leest algemene voorwaarden. Leest algemene voorwaarden. Staat er heel duidelijk in. Niemand leest überhaupt. Ja, maar ik heb mensen die hebben een espresso-apparaat, die bestellen Dolce Gusto. Ja, dit staat in de producttitel. Het lijkt mij niet heel lastig, maar ja, het gebeurt. Ja. Maar lezen jullie wel algemene voorwaarden als je ergens iets bestelt? Nee, maar ik zeker niet. Ik heb nog nooit een Trustpilot review. Als ik een bedrijf vervelend vind, ga ik lekker niet mee heen, joh. Ja, omdat je het zelf ook weet. Een soort van... Nou, zo ben ik altijd wel geweest. Oh, ja. Wat ik wil gewoon mijn geld terug als ik het recht heb om mijn geld terug te krijgen. En voor de rest, ja. Kijk, bijvoorbeeld met KUS en zo, dan kijk ik altijd wel. Want dan zeggen ze altijd van, oké, je kan bijvoorbeeld 14 of 30 dagen garantie hebben als je het gewoon niet nice vindt. Ja, maar nu let ik er ook op de website zegt ze altijd, ben je niet tevreden, krijg je al je geld terug. Maar in de algemene voorwaarden kan staan inderdaad van, heb je meer dan 20% van de content gekeken, dan krijg je geld niet meer terug. Ja. Maar dat zetten ze natuurlijk niet op een conversiepagina. Nee, maar kijk, ze willen het er, dat is heel grappig ook vanuit rechterperspectief, ze willen het er eigenlijk ook helemaal niet zozeer inzetten, maar het moet gewoon. Ja, het moet. Dus, en dat staat echt in de algemene. Ja, dus het is er niet voor jou, maar zij doen pagina's met bullshit en dan een paar kleine regeltjes dat wel relevant is. Ja. En natuurlijk, zeg maar, ik doe het eigenlijk zelf ook niet, maar ik zou nog wel weten waar ik moet scannen. Ja. Maar ja, je zegt eigenlijk tot heel veel dingen toe die natuurlijk nooit nodig zijn, maar het staat er wel in puur om jou eigenlijk ook gewoon dan te naaien. Ja. Zeker. Ja. En dat is ook lastig, want dat is ook hoe ga je de brug maken tussen de realiteit en gewoon regels en dingen. Ja. En de volledige juridische rompslomp om dingen dicht te timmeren. Ja. Want ik ben nu ook bezig voor mijn product om even wat dingetjes juridisch dicht te timmeren. Ja, iets wat ik in twee zinnen kan uitleggen, wordt uitgelegd in een fucking drie paragrafen. Ja. Ja, nu is het vast juridisch gedekt. Ja. Maar niemand gaat dat lezen. En je snapt er zelf ook niks van. Nee, niks. Nee. Ik had ook een samenwerking met een groot warenhuis en die sturen mij al hun algemene voorwaarden in het Engels. 20 pagina's, dat echt weet je toch, wat de fuck staat hier allemaal? Ja, maar dat zou eigenlijk niet eens mogen. Ja. Moet voor jou wel... Het is voor jou wel te begrijpen zijn, zeg maar. Klopt. Ja, ik haal er gewoon iemand bij die dan wat verstand ervan heeft. En uitbesteden. Ja, ja. Dat moet dan gewoon, dat is dan verstandig. Ja. Wat vinden jullie van Fiverr, die app? Die site? Ik heb gisteren dus een copywriter, ik gebruik Upwork. Ik gebruik vaak Upwork. Oké, dat is net Fiverr eigenlijk. Zelfde idee. En dan kan je wat makkelijker contact maken met die personen. Dus je gaat ze eerst bijvoorbeeld uitnodigen of ze zeggen, ik ben geïnteresseerd in de job die jij hebt gepost. Maar dan kan je ook alvast een paar berichten sturen. Op Fiverr moet je wel gelijk iemand inhuren. Ja, en meteen tikken. Precies, meteen tikken. En ik had dus eerst copywriter op Upwork. Die reageerde op een gegeven moment niet meer. Terwijl ik denk, we hebben net een week een gesprek gehad over hoe we het allemaal gaan doen. En zei hij van, ja, ik kan niet bij de meeting komen. En daarna heeft hij niks meer van zich laten weten. Dus ik denk, oké. Nou, toen hoorde ik van iemand anders Fiverr, inderdaad. Nou, op Fiverr gaan zoeken heb ik gisteren dus ook, was het iets van €70 betaald. Eergisteren. Maar ik heb daar ook nog steeds geen bericht van gehad. Dus ik weet niet hoe dat precies zit. Weet je wat het is? Nee. Het is een site en dan kan je bijvoorbeeld, stel je wil een logo laten maken. Ja. Voor een nieuw bedrijf kan je een logo artwork opzoeken. En dan heb je iemand en die zegt, ik ga jouw logo artwork binnen 24 uur helemaal steady maken. En dan kan je zeggen, oké. En dan zeg je, ik vraag wel 100. En dan moet je meteen 100 betalen. En dan then it's waiting. Waar ook iedereen altijd zijn baantje op zet. Oh, Craigslist. Ja, dat. Ja, een beetje dat idee, maar dan wereldwijd. En niet voor voorwerpen. Eigenlijk altijd voor echt freelancing. ZZP-jobs. Ja, wel iets professioneler. Ja. En ik vind het in principe fantastisch. Alleen mensen gewoon moeten begrijpen. Maar dat is ook iets wat je pas realiseert. Ook als je mensen gaat aannemen. Het feit dat je iemand betaalt en dat je denkt dat hij het goed gaat doen, betekent gewoon niet dat het goed gaat zijn. Nee. En dat heb je al niet als jij sollicitatiegesprekken met mensen gaat hebben. Yeah. Maar dat heb je nog minder als je op Fiverr hebt. Dus ik raad aan. Je pas achteraf. Je gaat gewoon moeten proberen. Zeker als je echt een team wil bouwen. Stel je voor, je wil iemand voor de klantenservice. Probeer gewoon 3-4 mensen. En dan zitten er waarschijnlijk 3 tussen waarvan je echt denkt van, dit is echt een clown. Ja. En 1 iemand waarvan je denkt, nou, dit is echt, ik ben blij verrast. Ja. Ja. En dat is een beetje hoe het werkt. Gewoon, gebruik je het zelf? Soms. Ja, waarvoor? Maar dan puur voor een logo, als ik die snel nodig heb. Ja. Een design. Ja, okay. Of dat er even iets gefotoshopt moet worden. Dat soort dingen. Precies. Maar ik heb dan wel al een paar keer gehad. Ik dacht van, oké, met jou doe ik het niet. Jij deed het prima binnen 48 uur. Ga ik nog een keertje bij hem. Dan is het prima. Ik betaal liever een tientje meer. Ik weet dat het goed zit, zeg maar. Ja, dat is echt. Dat is het fijn als je iemand hebt die het goed kan. Dan is het wel relaxed. Want je kan altijd inschieten. En er zitten toch gewoon echt mensen bij die heel goed weten wat ze doen. Ik had ook werkte op een gegeven moment bij een stagebedrijf waar ze veel deden met augmented reality, 3D modelleren, dat soort dingen.
Die hadden gewoon van Fiverr iemand gehaald die ook bij Call of Duty hele game assets gebouwd had. En zo. Maar ja, dan weet je wel wat je doet, snap je? Ja. En die zit ook gewoon op Fiverr. Ja. Dus ja, er zitten echt wel capabele mensen tussen. Ja. Maar ga je dan ook buiten het platform iemand dan alsnog benaderen? Zeg maar dat je dan zegt, oké, we doen buiten Fiverr. Nee, want daar is dan het platform meer een soort van security voor, zeg maar. Ja, precies. Maar na een tijdje gedacht. Kan dat wel. Dat mag niet van Fiverr, maar op zich precies, is het daar, op lange termijn, dan zou ik dat wel doen. Ja, want je betaalt ook wel een kickback fee altijd aan Fiverr en dat gaat bij hun er weer vanaf en zo. Dus als je want dat was altijd ook voordeliger. Het probleem was altijd dat je dan mensen uit de buurt moet regelen om iets te fixen. Maar ja, mensen, zeg maar, als iemand in Groningen zit, ja, kan je geld aannemen, dan kan hij je gewoon skippen. Ja, sowieso. Later. Ja. En daar is Fiverr eigenlijk voor, van oké, je hebt gewoon contact met zo'n persoon. Oh, ja. En Fiverr zorgt ervoor dat het goed gaat. Ja. Dat je elkaar kan vertrouwen. Maar ja, jij hebt nog steeds niet... Hij had niet betaald. Hij had niet betaald. Oh, maar die is gewoon volgens mij is het nee, ook zo, niet gereageerd. Dat als hij aangeeft dat hij het binnen 7 dagen doet en je hebt niks ontvangen binnen 7 dagen, dan kan je het weer terugkrijgen inderdaad. Ja, dus dat goed, is goed. Is eigenlijk ook kut. Ja, het is wel vervelend, maar ja, wacht, tegelijk, dat hoort er ook wel gewoon bij, weet je. Dus even zoeken naar de juiste persoon. Ja, weet je, dat is altijd met werken ook, als je bijvoorbeeld op projectmatige basis gaat werken met bedrijven, weet je. Iedereen belooft altijd de wereld en alles gaat goed komen en het wordt de beste deals ooit en uiteindelijk doet de helft doet het niet, weet je. En dat is gewoon ook, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dat is wel echt ondernemen, hè. Dat is wel... dat is gewoon hoe dat gaat, man. Als je eigenlijk kijkt naar alle projecten die zijn gestart en waar je allemaal mee bezig bent geweest... Van de tientallen projecten blijven maar een paar over. Ja, dat is zo. Ik ben zo kut of zo. Er zijn ook heel veel bedrijven die op een gegeven moment... Het is op een gegeven moment gewoon accepteren. Ik ben niet voor die aanpak, maar die op een gegeven moment bijvoorbeeld ook voor gewoon offertes gewoon geld gaan vragen. Omdat ze zeggen van ja, ik schrijf 1000 offertes uit per dag en dat niemand doet iets, snap je? Dus ga maar gewoon €15 betalen van offerte. Laat je tenminste zien dat je het een beetje wil. Ja. En ik vind dat niet altijd de beste aanpak, maar ik kan het wel begrijpen. Ja. Want het is echt vervelend, hè. Geloof me, weet je hoeveel mensen miljonair zijn op papier als het gaat om de deals die ze zouden gaan sluiten? Ja, en uiteindelijk niet doorgaan, dat is niet normaal. En dat is echt doodvermoeiend. Sam, ik wil nog even teruggaan eigenlijk naar, want de meeste mensen die dit luisteren zijn ook beginnend ondernemer. Wij noemen het vaak jonge ondernemers, maar daar hebben we niet per se een leeftijd aan, maar meer dat je dus in de eerste 3 tot 5 jaar van je onderneming zit. Of je nou 35 bent of 15. Zou je willen omschrijven hoe nou iemand onder de 18 kan beginnen met ondernemen? Hoe jij dat hebt gedaan, want je zegt het is heel uitdagend, maar het is je wel gelukt. Dus, Doorzetten, weet je. Dat is ook op een gegeven moment hoe ik in de quote gekomen ben. Ik sta niet in de top 100 miljonairs van Nederland. Maar, nog niet, inderdaad. Goed gezegd. Kijk, het is wat ik al zei in het begin. Mensen die zijn heel erg gericht op het in één keer goed doen. Maar dat werkt nooit. Het gaat jou ook niet gebeuren, weet je. Je gaat zoveel klappers krijgen. En ik denk dat omdat je minderjarig bent, dat je nog wat net wat meer klappers pakt dan iemand anders die het gaat ondernemen. En niet zozeer van geld verliezen, maar net meer van obstakels, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat hoort gewoon heel erg bij ondernemen, is dan weer opstaan en dan weer doorpakken. En het is heel makkelijk gezegd natuurlijk, want weet je, ik weet niet wat een startende ondernemer gaat tegenkomen op de weg. Het kan echt precies het tegenovergestelde zijn wat ik ben tegengekomen. Maar het is juist die grind die je moet hebben om dat te gaan doen. Weet je, ik heb op een gegeven moment gezegd, school, prettige wedstrijd. Maar dit is ook nu, dit is mijn doel. Weet je, kijk, als ik nu, ik heb geen papiertje, niks. Als ik nu val, heb ik tot mijn 28ste geen uitkering, niks. Dan is het gewoon echt einde oefening voor mij. Mm-hmm. En je moet, dat hoeft niet je motivatie te zijn, zeker niet. Weet je, je kan ook gewoon je school afgerond hebben en precies hetzelfde doen. Het is vaak dat mensen zeggen, dat is dat mooie verhaaltje. Maar dat is het niet. Je moet gewoon ergens een motivatie... Als je ondernemer, als die in je bloed zit, vind ik altijd vaak, dan heb je altijd wel een stukje motivatie. Want als je iets wil gaan doen met jouw passie, dan kan je overal je motivatie vandaan halen. En het is ook maar letterlijk, waar ligt je passie? Als jouw passie ligt in de natuur en in de bloemen en in de dieren, ga start een bloemenwinkel. Of weet je, vind iets waar je passie ligt en dan kom je op een gegeven moment vanzelf wel boven die obstakels uit. Ja. Want ze liggen er niet voor een reden. Ik denk dat als het zo makkelijk was, dat er zoveel meer mensen nu al miljonair waren. Ja. En zo. Ja. En kan je dan, wil ik het nog concreter maken, bijvoorbeeld van, oké, jij zegt op een gegeven moment, ik wil gaan ondernemen. Nu wat drinken nog? En toen... Watertje. Check gelijk even de camera nog goed lukt. Oh. Eén keer gehad dat dat niet zo was, en nu zit het voor eeuwig in mijn hoofd. Ja. Kijk. Hij gaat flauw doen. Ja, hij is uit. Yeah. Grapjas. Maar, want
Je bent begonnen met het kledingmerk. Dat was de eerste onderneming die je hebt gehad. Oké. Hoe is dat gestart? Wat is de eerste stap die jij onderneemt? Want heel veel mensen lopen daar vast van. Oké, ik wil ook een kledingmerk. Mijn moeder opbellen, mam. We hebben vandaag om 4:30 een afspraak bij de Kamer van Koophandel. Let's go. Ja. Ik ben één keertje geweest, toen ging ik zelf. Toen wist ik helemaal niet dat ik mijn moeder mee moest nemen. Dus toen was ik echt naar Amsterdam gegaan. In mijn eentje, 14 jaar. Ik met mijn rugtasje zo naar de Kamer van Koophandel. Dus ik zit daar en ik wilde net gaan tekenen. En die vrouw zegt, oh, je bent minderjarig. Ik zeg, ja, dat klopt. En dan moet je moeder erbij zijn. Nou, dus alles weer opgeheven. Ik weer met mijn rugtasje terug naar Amsterdam Centraal. Ja. En weer terug naar Utrecht. En toen op een gegeven moment mijn moeder een afspraak gemaakt. En toen zijn we gegaan. En toen weet ik nog dat we naar buiten liepen. En dat mijn moeder echt een soort van... Mijn moeder kan best wel... Het is echt een hele lieve vrouw, maar ze is best wel hard, zeg maar. Ze is best wel duidelijk. Dat ze me echt een soort van op stop zet en dat ze me aankeek. Maar de komende 3 jaar ben ik medeplichtig. Dus als jij loopt te klauteren, dan ben je de lul. Ja. Dus ik echt zo met dat papiertje in mijn handen van... Ja, komt helemaal goed. En dan maar gewoon letterlijk gaan kijken, waar begin je? Ja. Je had kleding nodig, prima. Kleding bedrukken op internet opzoeken. Iedereen bellen, kan jij mijn kleding bedrukken? Utrecht. Weet je, ga je maar met mensen toe. Maar je moet ook wat ik aan het begin zei, je wordt moeilijk serieus genomen. Ja. Dus je moet nog meer blijven zoeken als minderjarige. Naar iemand die oké denkt, ja tof, Yuki, jou ga ik helpen, zeg maar. Had je niet, want ik heb dat dus toen ook. Ja, ik was toen 17, dus ik was iets ouder eigenlijk in jouw leeftijd nu. Ik merkte ook wel, en dat merk ik eigenlijk nu nog steeds wel, dat het ook wel een voordeel kan zijn. Mensen denken wel, jonge gast, en hij laat echt zien dat hij wil knallen, leuk. En dan heb je wel inderdaad het niveau van, als het op een gegeven moment dan echt serieus is. Maar het moet een combinatie zijn van iets serieus en jong zijn. Ja. Als jij 200 volgers hebt, jij stuurt je mails met gek typfouten, dat doe ik nog wel eens. En zonder hoofdletters en een soort van, kijk mij heel, alsof je nog niks van verstand hebt. Ja. Dan gaat het dus niet werken. Ja. Je moet professionele uitstraling hebben. En net wat groter doen dan dat je bent. En ook heel eigenwijs zijn. Dan lukt het, denk ik. Ja. Dan is het een soort van een trigger. Weet je, ik was ook eerst een soort van heel schattig. En kijk mij. En dat werkte niet. En ik wilde wel heel erg ook bijvoorbeeld. Ken je Your Style in Utrecht? Het zit in de Voorstraat. Het is een bedrukking. Ik heb dat soort bedrijfjes wel. Ik weet wat je bedoelt. Zonder hun heb ik nooit echt een kledingmerk kunnen starten. Je kan je altijd zeggen om het heel mooi te maken. En dat is het niet. Maar zij dachten wel, oké, van 14 jaar. Lachen. We gaan je helpen. Maar ook niet van, je mag het wel bij ons doen. En stuur me maar een mailtje. Nee, ze zijn ook echt gaan helpen. Van, precies. Zo ga je het aanpakken. Dit moet je doen. En, een soort mentorachtig vinden. Ik hoef niet meteen mijn centen te hebben. Een soort mentor, inderdaad. Ja, dat iemand. Is wel belangrijk. En ik denk dat steeds meer mensen daar ook wel voor openstaan. Ja. Weet je? Ik denk dat als jullie nu bijvoorbeeld... Stel, jij krijgt een mailtje van een 14-jarig jongetje die zegt... Jongens, ik wil dit... dat jullie ook wel eens, dat jullie niet zouden denken, fuck jou, ik ga reageren. Nee, man. Deze hele podcast is gestart op het idee dat je dat deed. Maar daar wil ik wel een kanttekening van maken. Dat heb ik vandaag nog in de story gezet. Google dingen eerst voordat je me iets gaat vragen. Want dat vind ik wel echt een van de meest irritante dingen ooit. Ja. Weet je, ga gewoon even googlen. Hoe bedruk ik een shirt? Ik ga niet jouw business bedenken. Nee. Ik heb ook vrienden. Op een gegeven moment dan ga je wat meer ondernemen. En dan heb je vrienden die zeggen, ja, lijkt me ook wel sick, man. Heb jij niet nog een goed idee? Ja, man, toevallig wel. Ik heb miljoenen ideeën hier in mijn broekzak. Wil je er 3 of is 2 genoeg? Ja. Echt denk ik van, Jezus Christus. Ja. Nee, die... Maar voor de rest helpen we graag, inderdaad. Precies. Leuk dat te doen. Ja, dus als je vragen hebt, mag altijd, maar Google wel. Ja. Maar dat is wel zo. Wij bieden wel een platform nu aan voor jonge luisteraars. Dus als zij vragen hebben of... En daarom is het ook zo leuk als jullie hier aan tafel zitten... Weet je, straks zien ze, hey Sam, heeft een kledingwinkel, oh wat vet, heb ik ook. Weet je, dan gaat hij jou weer DM'en. Yeah. Of als je stage wilt, inderdaad. Bij ons zijn er ook al een paar mensen geweest, een paar jonge jongens, die zeggen van, ik wil echt stage volgen. Yeah. Voor ons, in het stadium waar we nu in zitten, is het nog lastig. Chaos. Chaos. Ja, het is wel leuk, want nadat ik ook in de quote ben gekomen, zijn er ook echt... Ik heb zoveel mails ontvangen. Maar toen heb ik op een gegeven moment ook... Ik heb webinars gegeven. Ik heb op een gegeven moment zelfs een soort van een private cursus gegeven... aan een man van 48. Gewoon met 3 kids, huisje, boompje, beestje. Maar die wilde een onderneming starten. Ja, en ik was 16. En ik ging heel raar klinkt het maar deze man vertellen... hoe hij een onderneming moest starten en waar je moest beginnen. Ja. En dat zijn wel van die dingen dat je denkt... Ja, best vet. Best vet dat die man... Dus gewoon dat ik vind dat dus heel lastig. Want ik heb dus heel vaak het idee van... Ik kan nu echt fucking veel dingen die mensen dan niet kunnen. Maar tegelijk denk ik van
Ja. Niet zo heel slim, jongens. Ik heb gewoon bij elkaar gegoogeld. Een beetje proberen, een beetje googelen. Waarom zou ik degene zijn die het uit moet leggen? Maar dat is misschien mijn onzekerheid of zo. Ja, kijk, ik heb ook altijd het gevoel alsof dat ik denk van... Ja, jongens, waarom vragen jullie het aan mij? Ik ken ook de wereld nog niet en ik heb eigenlijk ook geen idee. Dat maar aan de andere kant denk ik, ja, het feit dat jij als persoon naar mij toe komt... en jij vindt het allemaal echt de world wat ik aan het doen ben... dan kan ik jou dus... blijkbaar best wel goed gaan leren hoe het allemaal moet, zeg maar. Laat zien en, hè, van wat jij kan. En dus je zegt gewoon tegen hem van ja, dit kan ik. Yeah. Zegt zij van ja, ik wil het of ik wil het niet. Ja, simpel letterlijk zo, weet je. Dat heb ik ook. Ik heb op een gegeven moment gastcolleges gegeven ook gewoon aan opleidingen en zo. En het is dan nog best wel dat ik denk van ja, jongens, marketing, is dat nou echt mijn vak? Maar aan de andere kant is dat misschien ook een soort onzekerheid. En moet je daar wel een beetje scheid aan hebben. Want iemand vraagt jou er dus wel voor. Blijkbaar doe je goede marketing. Ja. En weet je, dan moet je op een gegeven moment een soort van, ja, ik noem dat een arrogantie en een ego kwestie overgaan. Van ja, fuck it, blijkbaar kan ik het toch goed en blijkbaar kan ik het je toch wel leren, zeg maar. Ja, ja. En iemand is ook echt dat ik dan op een gegeven moment, dat ik dan iemand weer ophing en dat iemand dan nog echt nog een appje stuurde van, Sam, ik had het niet verwacht dat ik van een 16-jarige zoveel zou leren. Maar echt, ik kom alsjeblieft een keertje, dan neem ik je mee en dan gaan we ergens wat lunchen. Ja. Mensen die echt helemaal een soort van vrolijk worden. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi cool. Ontvangen. Ja, zeker. Ik denk dat mensen ook wel gewoon heel erg energie halen uit jouw verhaal. En ook van jouw passie is gewoon aanstekelijk dan. Dus als jij erin gelooft, of ik denk dat het ook wel belangrijk is als iemand een idee heeft en daar onzeker over is. Als jij het serieus neemt en erin gelooft en gewoon zegt, joh, maar als je dit en dit doet, dat geeft een persoon weer zoveel energie om dan weer gewoon de volgende dag gewoon weer vol gas te gaan. Ja. Zeker. En dat haal jij uit jezelf. Heb je ook wel eens dat je dan juist misschien, want dat heb ik, want soms denk ik ook van, ja, misschien ben ik nu wel een lul. Want dan komen mensen naar me toe met een idee. Dan denk ik van, oké, tof idee. Wil je echt dat ik er wat van vind? Ja, ja, graag. Ja, ik ga je idee dan wel gewoon lek schieten op dat moment. Ja. Want kijk, dat is hetzelfde met een kledingmerk. Yo, ik wil kledingmerk en dan dit en dit en dan influencers. Oké, hoe ga je influencers benaderen dan? Ja. Heb je budget voor influencers? Ja, kritisch zijn. Waar ga je de kleding produceren? Hoe ga je het verkopen? Hoe ga je de logistiek in elkaar zetten? Dat mensen, ik wil eigenlijk gewoon shirtjes verkopen. Ja, maar dat letterlijk. En dan kan je het inderdaad afkraken. Maar dat is ook, met dat meegenomen is, kijk... Je hebt een soort van, denk ik, ook als ondernemer twee gezichten. Je komt thuis, je bent relaxed en weet je, dan kan je gewoon lekker je ding gaan doen. Maar je begint om 8:00 en ben je net even een wat ander persoon, zeg maar. Je moet wat serieuzer zijn, weet je. Het kan niet allemaal lachen en allemaal leuk zijn. Maar dat neem je best wel mee in, ook als je thuis komt, zeg maar. Ik kan nog best wel mijn zakelijke kant meenemen naar als ik thuis kom. En dan nog best wel bits of arrogant overkomen tegen mensen. En dan inderdaad, dat proef je. En dan raak je een soort van mensen, dan denk je een soort van, ja, ik wil het niet arrogant zeggen of ik wil het niet kut doelen. Maar zo komt het wel over, zeg maar. Ja. Ik wil niet je probleem, ik wil niet je ding afkraken. Maar als ik kijk naar de ervaring die ik dan heb, zou ik niet nog een kledingmerk starten. Ja, precies. En dat iemand dan denkt, ja, flikker op, ik wil gewoon t-shirts verkopen. Ja, zo bedoelde ik het niet. Ja. Maar dan moet je mijn mening niet vragen. Ja, precies. Het is gewoon reëel. Ja, en het is een stukje inderdaad gewoon ook die realiteit scheppen. Want kijk, ik denk oprecht dat iedereen die het echt wil, vooral een kledingmerk moet beginnen. Ga dat doen. 100%. Want ook als het helemaal flopt, heb je fucking veel geleerd. Maar ik denk dat het wel fijn is als je vooraf een bepaalde hoeveelheid verwachtingmanagement creëert. Van, hey, gaan ook gewoon dingen lastig zijn. En denk daar ook goed over na. Het is wel gewoon, maar dat vind ik voornamelijk. Van oké, mensen zeggen altijd, gaan het aan 10 mensen vragen om hen heen. Van oké, zou ik 1 project doen? Zou ik 5 projecten doen? Ik heb deze ideeën. Hoe zou ik dat allemaal toepassen? Dan gaan ze jou DM'en. Gaan ze misschien ons DM'en. Terwijl, ik ben jou niet. Jij weet zelf het beste hoe je dat kan opzetten. Het is gewoon op een gegeven moment wel gewoon, ze proberen van andere mensen die zekerheid te krijgen om te durven starten. Ja, en dan denk ik wel van, en je hebt iemand nodig om je heen. Hè, die gewoon even zegt van, begin gewoon. Fuck it. Als je die fouten maakt, that's it. Ja. En dat is eigenlijk, dat heb ik ook gemerkt met als studiecoach. Dat mensen bijvoorbeeld heel erg bang zijn om te gaan leren. Omdat ze dan fouten maken. En op school krijg je een klap in je gezicht als je een fout maakt. Dus wat doen studenten? Die gaan niet meer leren. Terwijl je juist op school bent om te gaan leren. Ja. En het enige wat ik vaak dus doe op social media ook, is gewoon motivatie, inspiratie en wat meer van neem gewoon actie. Ja. Ja. En dan krijg je zoveel DM's van, oh ja, door jou ben ik weer begonnen met leren en zo. En dacht van, oké. Ja. Alleen maar door een paar posts en zo. Precies. Maar dat is vaak wat ze willen, gewoon van, mag ik beginnen, vraagt ze eigenlijk. Ja, eigenlijk mag die een soort van die verificatie zijn mensen. Ja. Weet je, ik denk ook wel, ik ben ervan overtuigd dat mij heel ver geschopt heeft, is, ik ben zelf een persoon, ik hou niet van
ben ik even het woord ervan vergeten, kritiek. Ik kan niet tegen kritiek. Mm-hmm. Maar juist dat omdraaien is elke dag willen leren. Opstaan en willen leren van iemand anders, weet je? Je hebt het nodig. Je hebt het nodig. Je gaat het niet met je eigen kennis verder schoppen. Nee. En hoe irritant ik kritiek soms ook vind, ik kan er echt niet tegen. Maar ik ga er echt heel slecht op. Maar incasseer het maar en neem het gewoon mee. Doe het niet hier, erin en daar, er weer uit. Nee, neem het mee en probeer het. Heeft zijn kritiek niet geholpen? Ja, prima. Weet je? En weet wat soort van opbouwende kritiek is en wat gewoon een soort van iemand is die wel gewoon echt even wil zeiken. Ja, en er is ook iets wat heel belangrijk is, een fout die ook denk ik veel ondernemers maken, is dat je ook kijkt van wie ga je nou precies kritiek vragen. Ik ben op een gegeven moment ook een kledingmerkje begonnen, fucking vet idee van hey, t-shirt met allemaal straattaal erop. Ik dacht, het lachen, iedereen gebruikt die taal, is toch grappig, is het van net een Nike team, maar dan staat er weet ik veel vat toe of iets. Ja. En ik ging het aan de mensen omheen vragen en iedereen zei, ja, fucking vet, superleuk. Dus ik dacht van, nou, als ik een beetje pols, dan zijn we volgende week rijk, kunnen we naar Thailand. wij hadden het gelanceerd en het was gewoon doodstil. Ja. Weet je, twee vrienden en mijn vader hebben iets gekocht. Ja, en de rest denkt iedereen van, ja, maar dat is het, hè. Mensen die altijd zeggen, ja, ik ga het kopen, maar dan pas zie je wie echt vrienden zijn. Ja. Zeg maar. Maar ik vind dat ook wel terecht, want tegelijk denk ik ook, ik zeg dan wel van, ja, ik vind het niet flex, maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, business is ook gewoon zo hard als van, joh, als mensen het niet leuk vinden, gaan ze het niet kopen. En dan kun je wel heel boos worden op die mensen. Uit het puntje bij het paaltje heb je, wat jij gemaakt hebt, is geen vraag naar. En dat is de realiteit. Ja. Maar het is belangrijk dat je weet aan wie je dingen vraagt. Kijk, had ik nou aan drie ondernemers die een kledingmerk opgestart gevraagd, hey, wat denk je hiervan? Had ze misschien gezegd van, nou, het verhaal is nog niet echt en het is leuk, maar het is een los concept. Ga eens wat dieper. Precies. Ja. Had ik er veel meer aan gehad dan van, ja, ziet er tof uit, moet je doen. Maar misschien heb je het ook verkeerd gevraagd. Want je vraagt het eigenlijk aan. Nee, dat is heel lastig. Want je vraagt aan ze van, hey, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel vet eruit zien. Ja. Weet je zo? Ja, is goed, is goed. Dan zetten we nu op een lijstje, krijgen we volgende week eens binnen. Is dat zo? Ja, dat is zo. En eigenlijk is dan van, en dan zegt ze in één keer, oh nee, maar ik heb dit en dat. Oké, dus ja, iets houdt je nog tegen. Wat houdt je dan tegen? Dus dat is vaak. En misschien juist buiten je eigen vijver dingen gaan vragen. Ja, zeker. En wat ook belangrijk is wel, is dat een heel groot, veel vaak weten klanten ook niet eens, kijk bij een t-shirt met een druk wel, maar wat ze willen. Want kijk naar bijvoorbeeld de telefoon. Kijk naar die video, kennen jullie vast allemaal wel. Van uit 1997. Worden mensen op straat geïnterviewd van, heeft u een mobiele telefoon? Al die mensen zeggen van, ja, wat de fuck moet ik met een mobiele telefoon? Ik heb thuis een antwoordapparaat. Dan kan ik de hele dag gebeld worden. Daar word je toch helemaal moe van? Nou, iedereen heeft een mobiele telefoon. Ja, snap je? Dus als je het ging vragen toen, had je gezegd, nou, uit marktonderzoek blijkt dat de mobiele telefoon totaal geen levensrecht heeft. Nou ja, wel dus. Ja. Dus dat is best lastig. Ja. Het is ook lastig. Ja, en je weet op zo'n punt ook niet wat je moet vragen. Nee. Weet je, het ook misschien als je dan op nul begint, de juiste mensen vinden om het te vragen, dat is echt veel moeilijker dan dat je denkt. Ja. Weet je, dan moet je ook best wel geluk hebben dat je misschien een ondernemende kring hebt of zo. Ik denk ook dat het allerbelangrijkste is om een kring te hebben, zodat het ook een heel mooi gezicht hebben, maar het is ook de reality, zeg maar. Vind mensen die hetzelfde dezelfde eindstreep hebben als dat jij hebt. Zeker. Weet je, ik denk dat je niet een compagnon moet vinden. Als ik een Lambo wil rijden over 2 jaar, moet ik niet een compagnon vinden die zegt ook, ik vind het prima om een Toyota te doen, zeg maar. Nee. Weet je, dat kan misschien hetzelfde zijn, maar je hebt toch niet diezelfde eindstreep. Nee. Ja. Ik lees ook een boek dat gaat over principes. En die man, dat is Ray Dalio? Ray Dalio. Principles? Ja. 12 principles. Ja. Weet je, die zegt ook van, ik denk dat als je een compagnon zoekt, is het allerbelangrijkste om niet te gaan bespreken van hoeveel miljoenen wil je verdienen, maar gewoon letterlijk elkaars principes op een rijtje te zetten. Ja. Weet je, wat wil je? Wat zijn jouw normen en waarden? En hoe gaan we dit samen doen? Want als je over een half jaar erachter komt dat je dat niet hebt, dezelfde principes en niet dezelfde doelen, dan kan je niet zo goed uit elkaar gaan. Nou, dan kom je van een koude kermis thuis. Precies. Maar zou je het dan aanraden om een compagnon te kiezen? Want eigenlijk was jij met je kledingmerk alleen begonnen, toch? Ja. Dat is moeilijk. Ik, aan de andere kant raad ik het wel aan. Maar aan de andere kant, als ik dan kijk naar mensen om me heen, zie ik gewoon letterlijk 95% kapot gaan. Als je niet de juiste dingen op een rijtje hebt. Ja. Weet je, ik heb met Koen, hebben wij ook letterlijk zo'n soort principelijstje gemaakt. Koen, ja. En je vader heet? Jaap. Mijn vader heet ook Jaap en mijn compagnon heet ook Koen. Leuk. En allebei kledingmerk. Oh, ja. Hey. Het is toch wel weer linken. Heel toevallig. Maar verder. En dat is toch, zeg maar, wij hebben die principelijst gemaakt. En natuurlijk is het niet dat wij allebei precies dezelfde principes hadden in het leven. Maar je klikt.
Ja. En dat is eigenlijk dat is het belangrijkste. Mm. Je weet beide wat je, weet je, gewoon elkaars normen en waarden een beetje hebben. Dat is belangrijk. Echt heel erg. Goed oneens kunnen zijn. Precies. En dat ook oprecht kunnen doen. Dat is ook belangrijk, merk ik wel. Ik heb ook een samenwerking gehad waarbij dat lastig was. Ja. Het feit van, ik kan je wel aanspreken op iets wat mij verveelt, maar dat gaat gelijk op een persoonlijk niveau getrokken worden. En persoonlijk aangenomen worden. Ja, en dan krijg je een persoonlijke ruzie. Dat helpt helemaal niet. Terwijl tegen Koen, ja, we kafferen elkaar soms helemaal uit. Maar er is een soort van onderliggend respect waarvan we altijd weten, we respecteren elkaar, we nemen elkaar serieus. En soms word ik ziek van de manier waarop je dingen doet. En dan kan je het daarover hebben, zeg maar. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is altijd business. Maar daar is ook een bepaald... En dat is die grens, man. Want je weet volwassenheid bij nodig. Maar dat gaat bijvoorbeeld als iets met de Lotgenoten podcast misgaat. Dan kunnen we daar... Kunnen we boos om worden toch tegen elkaar. Dan kan je even zeggen van... Hey, kritiek leveren van... Okay. Ja, fuck jou, wat ben je allemaal aan het doen? Je zit niet op te letten. Je zet je niet genoeg in of zo. Terwijl die anderen zeggen van... Hey, luister, dat is helemaal niet waar. Ik doe dit en dit en dit. Ik heb me juist echt ingezet en zo. Ja. Dat we daar wel kunnen accepteren van, oh ja, ik zei het eigenlijk alleen omdat ik een beetje geïrriteerd was, omdat dit fout ging. Ja, maar die moet je ook kunnen vangen en incasseren. Ja. Je gaat 7 dagen in de week met elkaar om. Ja. Ja. Precies, en je zit hier zonder ramen. Hè? Ja, precies. Ja. Ramen. Ja, en ja, zelfreflectie is daarbij heel belangrijk. Want ik ben bijvoorbeeld, dat heb ik heel erg geleerd. Ik was best wel eigenlijk een chagrijnige, zelf ingenomen lul. Als ik chagrijnig was, dan moest ik een kutleven hebben. En ik deed nooit verkeerd. Ja. En ik heb door hem ook heel erg geleerd. Van, soms zegt hij dingen tegen mij, neem ik het gelijk persoonlijk op. Terwijl, is niet nodig, of hij doet iets, zeg maar, ik zie iets met het oog en dan denk ik van, ja, hij heeft er scheid aan, want kijk wat hij allemaal doet. En dan word ik gelijk geïrriteerd en boos. Terwijl nu vraag ik van, joh, hoe komt het eigenlijk? En dan zegt hij van, ja, pik, ik had thuis dit en dit en mijn ouders wouden nog dat ik zo en zo deed. Dus ik was gewoon druk. En dan denk ik van, oké, dan kan ik het eigenlijk wel begrijpen. Ja. Of hij zegt zelfs van, nee, maar ik had nu gekozen om hierop te focussen, want ik dacht dat we daarheen gingen. En ik denk van, oh, hij had met alle goede intenties iets gedaan. En dan word ik straks boos en dan denk ik van, ja, mijn goede intenties worden ook afgestraft. Ja. En dan ga je op een gegeven moment die splitsing heel erg krijgen. Ja. Communicatie. Weer communicatie. Ja. Het is echt allemaal communicatie. Ja. Ik ben er ook niet de beste in communiceren. Maar het is zo belangrijk. Weet je? Ik kan jou soms gewoon, als jij een hele belangrijke vraag aan mij stelt, kan ik daar soms gewoon even 2 dagen niet op reageren. Dat jij denkt van, Sam, kom op. Ja, maar je zou altijd wel even een beetje van, hey, ik heb het gelezen, maar ik reageer later. En dat is gewoon belangrijk. Ja. Okay. Ook al zijn het kleine dingen. En dat is ook inderdaad misschien... Ik ben niet zozeer dan jouw compagnon, maar als je je werknemers gewoon serieus neemt in dat opzicht, van oké, iemand heeft een idee, dat hoeft dan maar een heel klein bericht te zijn, maar dan erken je even dat je het wel gezien hebt, maar dat je gewoon geen tijd voor je hebt. Ja, daar heeft iedereen begrip voor. Ja, zeker. Ja. Maar je laat wel voor je horen. Dat. Mm. Anders dan worden het toch kleine irritaties. En ik denk inderdaad, als je dat niet meer kan uiten, dan gaat het een keer ontploffen en dan ga je ook gewoon stoppen of zo, weet je wel. Dat is gewoon zonde. Ik heb met mijn vriendin ook die regel opgesteld. Van, laten we gewoon afspreken. Ja, het is net zo'n relatie, van dat we niet boos gaan worden om dingen die je niet uitspreekt. Want dat gebeurt zo vaak in vriendschappen. Ja, je doet altijd dit, dat. En dan zit je, altijd, pik. Die wordt niet boos. Ja. Of mag je nou dat ik kan niet ruiken, ik snap wel, als jij al 2 jaar dit jou irriteert, dat je heel boos bent. Zeg hoe verwacht je nou dat ik dat weet? Dat is ook niet eerlijk, precies. Dat kan niet. Je kan niet boos worden om dingen die niet bekend zijn. Want hoe verwacht je dat iemand daarop reageert? En dat is echt heel belangrijk. Maar dat is ook een stukje zelfreflectie. Van, oké, wanneer ga ik dingen wel niet zeggen en niet zeggen? Dat is best moeilijk. Wel of niet zeggen. En daarna is het ook nog eens zo van... Bijvoorbeeld, bij jou gebeurt iets. Bijvoorbeeld, kleine dingetjes hebben we soms. Bijvoorbeeld, hij gaat altijd een beetje dansen of meezingen als hij voor Pops op heeft, als hij nummers op heeft staan en aan het werken is. Weet je, hij is creatief bezig, maar ik moet heel erg concentreren. Man. Ik ben al makkelijk afgeleid en dan is het 4 uur 's middags, moet ik nog teksten schrijven en zo. En dan kan ik me soms irriteren en dan word ik chagrijnig. Ik kan het ook gewoon tegen hem zeggen. Maar het is ook wel zo van, je kan het tegen iemand zeggen. Maar als het een gewoonte van iemand is, moet hij het ook nog eens gaan afleren, speciaal voor jou. Ja. En dat is, daar zit ook een proces in. Ja. En dat vergeet men ook wel eens van, oké, zeg het 1 keer en dan is het opgelost. Ja. Nee. Het is gewoon een habit van iemand, toch? Maar soms moet je ook dingen van elkaar kunnen incasseren. Ja, accepteren inderdaad. Weer. Ik ben nu ook gewoon van om 4 uur zo gewoon dan geen tekst meer schrijven. precies. Dan ben ik aan het dansen. Ik heb ook een dip op 4 uur, hoor. Ja, dat is gewoon een ding. En dan doe ik ook gewoon wat makkelijke dingen. Ik ga lekker met hem meedansen. Weet je, het lekker zo. Goed zo, Gewoon op die manier blijven leren. Ja. En ik denk ook wel gewoon dat... En wij vinden elkaar daar wel in, maar als ondernemer dat je ook gewoon
ja, toch wat anders bent en denkt dan de meeste, ja, de normale mensen of zo. Dat je daar een soort van die handleiding, die probeer ik gewoon altijd mee te geven. Ik ben bijvoorbeeld ook fucking slecht in WhatsAppen en zo. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, joh, als het echt belangrijk is, bel me gewoon. Mm-hmm. Precies, want WhatsApp kan ik 3 weken negeren, maar als je me belt, neem ik op, zeg ik, joh, WhatsApp. Ja. Mm-hmm. En op die manier probeer ik een beetje soort van mijn eigen autistischheid gewoon te ondervangen. Ja, ja, en, ja. En ja, dat mensen dat snappen. Ja, ja. Want ook als ik mijn agenda aan mensen laat zien, dan denk ik ze echt, wat de fuck is met jou aan de hand, pik? Want ik heb elk kwartiertje ingepland, zeg maar. Ja. Oh, heerlijk, ja. En mensen, ja, denken echt van, joh, ben jij ziek? Dan even bellen, dan even, ja, maar... Ja, echt. Ja, nee, maar tot ik aan bellen. Ja, volgende week woensdag om 2:30 heb ik nog wel een plekje. Ja, 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 maar ja, zo is het gewoon. Omdat ik weet, als ik dat niet doe, ja, dat is heel leuk. Je kan het raar vinden dat ik je zo precies inplan. Maar als ik dat niet doe, dan gaan we helemaal niet bellen. Want dan ga ik je gewoon lachend vergeten. Ja. Geen idee. Ja. Dat is het, dat is het. Ja, man. Gebruiken jullie een planner? Een planner? Een planner, ja, of een planning zoals... of agenda, Google agenda. Ja, ja, precies wat hij doet. Ja? Zo autistisch als dit, zeg maar. Wij plannen dus alles. Van deze week valt het nog mee, maar zeg maar echt zo gekleurd en zo. Ja. Ja, ik kan daar ook wel gestrest van raken, hoor. Dan denk ik echt, oh, ik heb veel te veel dingen te doen. Maar het is wel beter, want ik ben juist een persoon dat ik dan dingen onderbewust dan dubbel ga plannen. En dan moet je uiteindelijk meer werk erin steken om het allemaal te laten lukken. En dat lukt dan op zich wel, maar inderdaad als je gewoon... een duidelijke planning hebt, dan kan je ook niemand teleurstellen, zeg maar. Nee, precies. Vergeet het niet meer. Ja. Daar ben ik zo blij mee. Ja. Denken jullie dat het echt een groot voordeel heeft om een goede planning te hebben als ondernemer? Ja. Zeker als je begint, ook, ja. Als mens. Ik heb nu Lotus, die doet mijn mail, maar ook mijn agenda. Ja. Dus die plant in wat belangrijk is en wat niet. Zij heet Lotus? Lotus. Ja. Fucking relaxed, maar... Het kost wat, maar het is zoveel waard, zeg maar. Ja. Het is zo relaxed om te weten van... Ja. Oké, kijk, tuurlijk, het is niet dat ik nu in mijn agenda kijk... en dat ik denk van, oh, maar dit wist ik niet. Nee. Dat niet, weet je. Maar het is wel... Alles wordt bijgehouden en het is een soort van ook een rustgevend iets. Ja. Voordat ze het werk zijn vrouwen over het algemeen ook veel geschikter. Ja, stop. Ik denk dat letterlijk 95% van de PA's en dat soort dingen zijn echt altijd vrouwen. Ik moet je zeggen, met alle verkopers, vindt het team en de zaak hebben wij 40, 50 man in dienst. En daarvan is eigenlijk iedereen vrouw. Ja. Ik ben de enige man. Maar dat is gewoon door jouw persoonlijke voorkeur. Nee. Maar wat ik wel dacht, sowieso, misschien handig, had jij dan niet dat jij, toen je net begon, het lijkt me dan beter als je ook gewoon je doelen inplant. Als je zegt van, ja, ik wil 5 mensen deze week gewoon, ik ga op woensdag 5 mensen mailen of zo. Gewoon Ja, als je nog helemaal aan het begin bent. Ja, dat deed ik wel. In de zin van, oké, ik moet deze week 100 mailtjes verstuurd hebben. Naar marketingbureaus bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat zijn wel dingen die, maar op een gegeven moment... Is dat, ga je zeg maar die prognose anders stellen, zeg maar. Kijk, ik hoef nu niet deze week 100 mailtjes verstuurd te hebben. Nee, maar voor als je begint, beginnende ondernemer. Ja, dat wel. Ja. Gewoon ik zelfs to-do list. Wat ik zelfs nu plan, is eigenlijk een uurtje fuck it. Van ik heb bijvoorbeeld heel erg, ja, maar ik heb voor mijn creatieve proces het ook heel erg nodig dat er helemaal niks is. Mm-hmm. Ik kan als het ware voor me uit gaan staren, een beetje Photoshop klikken en slepen en dan komen er dingen. Dus juist ook. Het is niet zo dat je altijd iets ingepland moet hebben, maar ook juist rustmomenten, momenten dat je niks doet, dat je daar wel die blokken voor neerzet, zeg maar. Ja. Altijd, ja. Dus het hoeft niet altijd per se een afspraak van ik moet naar die of ik moet die persoon bellen, weet je wat. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. We hebben altijd, of althans, ik heb dat meestal, afgelopen maanden was dat anders, maar zondag is gewoon de dag. Die pak ik gewoon altijd. Ik kan wel werken, maar dan bijvoorbeeld vintage een huis hebben we dan. Is dat voelt voor mij niet als werk, vind ik prima om te doen, maar je moet me niet bellen, je moet me niet appen. Zondag is gewoon de dag, als het belangrijk is, kan het maandag ook. Ja, precies. Het is heel rustig. Het is gewoon de dag van, dan is het gewoon even, je kan ons ook niet bereiken. Geen klantenservice, niks. Nou goed, het is echt, ik werd gisteren nog gedm'd door iemand, die zei van, play je nog rustdagen in? En hoe play je die dan in? Ik zei van, ik probeer. Kon iedere zondag. Niet goed in rustdagen plannen. Maar nee, ik ook niet. Het is er. Neem maar meer van... Zondag wil ik het liefst echt zo min mogelijk doen. En we moeten soms wel eens wat posten. En als ik werk, dan werk ik maximaal 2 uur, zeg maar. Ja, precies. Maar de rest van de dag mag gewoon echt chillen. Ja, ik doe echt geen hol. Ja. Nee. Ja. Ik doe helemaal niks. Maar mijn vriendin gaat me ook klappen als ik dat wel doe. Ja, dat is echt fijn. Zij, check me daar gewoon op. Van, yo, maat. Precies. Ja. Ja. Dat is wel goed, hoor. Ja. Ik heb nog wel zoiets van, als ik dan niks te doen heb, denk ik van, misschien.
is nog even een uurtje. Ja. Dus dat heb je soms wel. Maar ik weet wel van mezelf. Maar dat is prima, weet je. Dan is het vrijwillig ook, hè? Maar het is ook het is maar ook het gevoel dat je hebt, hè? Ja. Kijk, je kan alsnog de hele dag wel een beetje prima in de zon, in onderbroek, in de achtertuin op je laptop zitten. Dat is prima. Ja. Maar als het jezelf maar rust geeft. Ja, dat merk ik nu ook. Ik zit daar nu ook wel in een fase in, nu dat ik met bepaalde ondernemingen denk van, ben ik dit nou aan het doen omdat ik denk ik wil er succes van maken? Of heb ik er echt nog plezier van? Ja. Weet je, dat zijn dingen waar ik ook wel echt stil bij sta. En dat is, op een gegeven moment ben ik een ondernemer begonnen en dacht van ja, ik wil echt iets vets doen. En dan heb ik tot best wel iets gewoon moois uitgebouwd. Maar ik denk ook wel van ja, weet je, moet je een onderneming per se voortzetten omdat er succes in zit? Of omdat je het leuk vindt? Want als je iets hebt wat heel succesvol is, maar je vindt het niet leuk. Vind ik een leuke vraag. Ja. Wat vind jij ervan, Sam? Ja. Combinatie van. Combinatie. Weet je, ik wil niet zeggen dat ik eigenlijk geldwolf ben of zo, maar ik kan, ik doe het wel ergens voor. En ik kan iets heel leuk vinden, maar als ik iets even net wat minder leuk vind, maar dat gaat veel lekkerder. Kijk, ik doe, het allerliefst zou ik nu nog steeds gewoon Infinity mijn kledingmerk doen. Ja. What I think, what I'm doing. Omdat ik kan nu gewoon, nu heb ik gedacht van oké, ik kan dat misschien wel 10 jaar opzij zetten. Maar ik ga nu gewoon even geld pakken. Ja. Om daarna gewoon wel een tonnetje in Infinity te kunnen stoppen. Ja. Het, ik weet wel weer van, het is er nog en het is ook mijn eindstreep. Ja. Maar ik heb je gewoon even opzij gelegd. Ja. Maar je hebt hier ook wel een passie voor, denk ik. Of ja, 100. Het is niet dat ik het alleen maar voor geld doe. Het is nog steeds kleding en dat soort dingen. Ondernemen. Dat is wel waar ik ook duurzaamheid, dat is ook wel waar ik in gezocht heb, zeg maar. Ja. Maar ook wel weer een trend waar je in bent gestapt, zeg maar. Ja, duurzaamheid. Ja, het is al 11:30, dus ik weet niet of we daar nog helemaal in moeten duiken, in duurzaamheid. Maar wat ik wel leuk vind om als laatste nog te doen is of je nog, nou, zullen we zeggen, de 3 belangrijkste tips voor ondernemers die willen starten. Elke dag opstaan en willen leren. Ja. Stel ook een soort van je eigen, dat hoort ook weer een stukje bij motivatie. Kijk, ik sta bijna elke ochtend altijd tussen 6 en 7 op. Gewoon vroeg. Het is niet dat ik dan meteen naar de zaak toe ga, maar dan ga ik gewoon even de krant lezen. Gewoon nog even een boekje lezen, maar ik ben altijd wakker. En ik altijd als ik opsta, ik maak meteen mijn bed op. Weet je, dat soort dingen, soort van, dat zorgt ook rust. Als je één gehoud bent, maakt niet uit, al is dat je koelkast, al is dat je kamer, dan ga je dat ook meenemen op de dag en dat is kut. Mm. Weet je, ik weet dat ik een lange dag heb gehad en ik kom misschien pas om 10 uur 's avonds thuis, maar ik stap in een netjes opgemaakt rustig bed. Dat is gewoon net even dat je denkt, gelukkig dat in ieder geval. En je start je dag ook goed, dus altijd even een soort van, een ritme. Ja, routine erin. Routine, inderdaad. Routine is heel belangrijk. En stel je grenzen, maar denk nooit, je kan altijd groot denken. Dat ook. Altijd groot denken. Moonshot, zoals Igor dat zei. Weet je, ik kan nu zeggen dat ik wil 12 filialen hebben van de Vintage Steelers. Maar ik ga er misschien niet per se bestellen, dat moet in 2021 gebeuren. Ja. Kijk, weet je, alles met zijn tijd. Maar het komt wel, maar stel wel je doelen. Ja. Want dan werk je ergens voor. Ja. Die 3 dingen. En wat voor doelen stel je? Ik wil 12 filialen. Ja, tof. Grote doelen. Ja. Ja. Ik wil gewoon 12 filialen en dan wil ik daarna gewoon Europa. En waarom wil je 12 filialen? Alle hoofdsteden. Ah, alle hoofdsteden. Okay. Maar dat vind ik wel netjes. Want dat is wel een interessant iets. Dat we hadden hier best wel weer een tijd terug, een ondernemer die op een gegeven moment ook een gigantisch bedrijf had. Die had 60 mensen in dienst, 5 miljoen omzet per jaar. Deed het echt leuk. Maar hij had alleen maar in zijn hoofd, hij wou 500 werknemers hebben. En dat was zijn enige doel. En dat vond hij tof. Maar uiteindelijk heeft dat hem helemaal opgevreten. Want daardoor ging hij investeerders aanhalen. Ging hij continu keuzes maken. Alleen maar met het doel, ik wil 500 mensen. Waardoor hij niet bezig was van, goh, wat gaat er nu goed? Televisie. Waar kan ik nu van genieten? Ja. En daardoor is uiteindelijk alles ingestort en is hij uit zijn eigen bedrijf gekikt. Ja. Dus dat is wel een ding inderdaad. Kijk, ik zeg niet dat jij dat gaat krijgen, maar van dat was wat wij heel erg meekregen. Van, goh, denk ook na waarom je het wil. Want soms is het ook een beetje, dat merk ik ook wel bij mezelf. Ik wil ook altijd, wil ik geld verdienen, maar dat is ook deels omdat ik een soort van, als ik een Rolex draag, gewoon tegen iedereen die op de basisschool dacht dat ik een kneus was, kan zeggen, fuck jullie allemaal. Ja, maar dat zijn ook mindsets, hè? Zeker, alleen je moet dat wel doorhebben en ik denk scherp op blijven. Want voor mijzelf denk ik dat me dan zelf dat ook helemaal de grond is. En alles met de tijd. Ja. Echt, weet je, het is niet, ik wil 12 filialen, en dat zeg ik nu, maar misschien kan het niet. Hè? Dat ga je me daar niet verkeerd in. Weet je, het is niet dat ik nu denk, oké, we zijn nu sinds afgelopen woensdag 2 weken open, we gaan gek.
ik ga nu meteen 3 tegelijk openen. Nee, dat precies. Is, ik ben wel aan het kijken al naar een volgend filiaal. Maar lukt dat niet? Nou, dan zet je voor een stap terug. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van regels voor jezelf opgesteld. Van oké, we doen het pas als het echt kan. En dit is wanneer het kan, dit is wanneer het niet kan. Ja, en dankbaarheid in het moment waar je nu in zit is denk ik heel belangrijk. Want anders ben je continu aan het nastreven naar die 500 mensen. En alles daar naartoe was kut, totdat je er was. Of was er van, ja, maar dat was alleen... Weet je, ja, we hebben 400. Ja, maar fuck it, 400 is geen 500. Dus bek dicht en gaan. Ja. En ik denk dat dat een gevaar is. Ja, 100%. Ja. Want anders... Wat was dat nou ook weer? Oh ja, dat is een mooie anekdote uit het boek. Hoe heet dat? Het hele bekende boek. Iets van... The Subtle Art of Not Giving a Fuck. De edele kunst van geen fuck geven. Vind je leuk? Van Mark... Nou, je moet dat ook wel uit een kritische noot lezen, Manson. Vind ik. Hij heeft daarin een anekdote maar... over... Ja, ik vind hem echt een pinkie, maar verder... Ik vond het niet echt een boek dat ik dacht, je hebt hier veel aan. Maar het is wel een interessante anekdote. Weet je ook niet, mensen die dat als hun bijbel zien, is ook weer een red flag. Ik vind maar. Het een beetje korter de bocht soms. Maar daar heeft hij een anekdote in dat je hebt... Volgens mij waren het... Nou ja, de Beatles of zo, weet ik veel. Grote band, de Beatles. En die hebben begonnen met een bepaalde gitarist. Die speelde daarin mee. Ze kregen hun eerste platencontract en hij werd daaruit gekikt. Jij bent het niet, man. Ging over zo'n rockband inderdaad. Metal, ja, en die is een andere metalband begonnen. Ik ben even de naam kwijt. Maar die andere metalband die hij daarna begonnen is. Zijn doel was, fok alles wat er gebeurt. We gaan groter worden dan de Beatles. En nou, de Beatles zijn natuurlijk uiteindelijk een van de grootste bands ooit geworden. En hij is gigantisch geworden met zijn eigen band. Ook een fucking bekende band, platinum platen. Maar hij is altijd ongelukkig geweest, heel zijn leven. Mm. Omdat hij niet de Beatles voorbij heeft gestreed. Terwijl hij toerde de hele wereld over. Ja. Hij had alles wat hij wou. Hij was een artiest die miljoenen verdiende. Ja. Maar omdat hij zo gebrand was op dat ene doel, kon hij niet genieten van alles wat hij had. Nee. En dat is wel een wijze les die je daaruit kunt leren. Van, gooi nou niet, don't throw away the baby with the bathwater. Ja. Ja, nou heb je toch wel wat geleerd uit. Dat is mooi boek, hoor. Die je toch wel, ja. Ja, ja zeker. Dat is echt een goede anekdote. Voor de rest, kutboek. Nee, wel grappig. Die schrijfstijl ook, soort van. Ja, het is wel makkelijk leesbaar. Heel makkelijk. Het is wel zo dat het allemaal psychologisch is ondersteund. En dat is best wel leuk. Ik zou ook nooit zo arrogant zijn om te zeggen dat het niet een gigantisch succes is en een boek, weet je, want het is miljoenen keren verkocht. Ja, dus echt niet normaal, hè? Echt iedereen leest het. Ook al weet ze niks over brein of weet ze niks over mindset of zo. Als je dat leest, denk je, het is toegankelijk. In verhaaltjes. Ja. Het is netjes, ook in het Nederlands. Precies. Ja, dan wil ik de allerlaatste vraag, gewoon om af te sluiten, jullie toch in zijn favoriete boek. Als we het toch over boeken hebben. Ja, Principle nog. Principles van Riedel. Ik vind echt, dat is... Koen? Mijn boek. Ja, jouw favoriete boek. Okay, weet jij hem toevallig uit je hoofd, je favoriete boek? Mag ook fictie zijn, weet ik veel. Ja, ik denk dat mijn favoriete boek is Het Leven van Pi. Dat ken ik wel. Daar is een film van, toch? En, ja, dat is meer ook heel erg inderdaad over hoe een bepaalde mindset, of in die zin geloof, je leven ook beter kan maken. Zeg maar. Ja. Je kan altijd heel reëel zijn, maar daar kan je ook doodongelukkig van worden. En soms is het niet erg om dingen wat rooskleuriger in te zien en zo je eigen verhaal vorm te geven. Tof. Vond ik heel mooi. Leuk. Maar de film was kut. Daar was ik niet bij. De film vond ik niet zo... Het boek is prachtig, ja. Okay, kom, weet jij, man? Ik heb geen favoriete boek. Ik wil die lezen. Rich Dad, Poor Dad. Dat is een tof boek. Ja? Ja, je kan hem meepakken, man. Als je wil, kun je hem even lezen. Ja, ik vind, hoe heet het, het tofst? Hoe heet die ook alweer? Jezus, de Obstacle is the Way. Nee, ja, de Obstacle is the Way staat nu op de nummer 2. Maar de nummer 1 vind ik The Alchemist. Is een, ja, het is eigenlijk een soort van roman. Ik heb er niet echt over gehoord. Ik deel niet alles met jou, Mathieu. Omdat het meer verhaal is, het is niet zo heel concreet tips, maar gewoon het verhaal is heel tof over doelen stellen en geloof houden in je eigen verhaal. En ook dat genieten van wat je daar op dat moment hebt, weet je wel. Dat, je blijft ook maar streven naar meer, maar dan denkt hij daarna van kut, ik had eigenlijk best chill waar ik was, weet je wel. Interessant boek. En Harari, ook lezen, Sapiens. Oh, die heb ik ook niet goed, gelezen, maar wel... Goed, ik lees echt nog minder dan jullie. Ja, jij bent net pas begonnen, hè? Ja, maar het is leuk, hoor. Maar ik wou hem luisteren, maar dat is echt... Nee, is echt heel goed, ja. Maar dat is wel... Je moet het inderdaad soms even wegleggen en dan laten... Want het is echt zo'n boek dat je niet echt leest voor om te relaxen, maar het staat echt heel... Nee, het is heel veel stof, maar wel echt heel interessant, ja. Precies. Oké. Dat is ook wel leuk. Dan aan jullie nog de vraag of jullie... dingen hebben die jullie willen delen. Dus call to actions, waar moeten ze jullie volgen? Wat moeten ze doen? We hebben ook nog kleding daar liggen. Misschien willen jullie ook nog even laten de vintage zien. Show moeten jullie het echt aantrekken, 24. Hè? Eigenlijk aantrekken. Ja. Zit naast de Lee, mijn grote vrienden. Daar moet je even langs hobbelen. In Utrecht, hè? In Utrecht, ja. Dus daar kun je gewoon toffe vintage pieces halen.
Koen kon het even showen. Kijk, net eentje met zijn vlekje dan. Echt een rechte beeld. Zo. Even kijken. Dus ja, gewoon allerlei vintage dingen, toch? En wat is jullie Instagram? De Vintage Dealers Utrecht. Vintage Dealers Utrecht, kijk. Netjes. Yeah. So, ja, dit is gewoon een voorbeeld van wat er allemaal is waarschijnlijk. Ja, precies. En ja, ga dat checken. Ja, man. Verder nog... We gaan ook een keertje langskomen. Zeker, ja. Ja, leuk. Ik denk dat we erheen kunnen lopen vanaf hier. Ja, man, Nou, de Uber, de taxi was 20 euro of zo. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Ja, duur. We zijn wel afgezet, ja. 20 euro, dat is wel duur. Ja, ja. Ja, dat vond ik ook. Uber heeft een goede prijs van. We gaan zo gewoon lekker met de bus terug. Ja. Ja. We gaan met de benen wagen. Nee. Ja. Ja, het was net lekker weer. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar ja, dat weet ik niet. Nee, daar heb je geen idee van. Dat is echt. Het is altijd één grote verrassing voor ons. Inderdaad. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel voor het komen. Jullie bedankt. Voel je vrij om zeker nog een keer langs te komen. Ik vond het hartstikke interessant. Als je aan het eind van het jaar 12 vestigingen hebt, dan een grand opening. Dan sta ik hier nog een keer. Sowieso. Wij zeggen altijd aan het eind van de podcast nog één ding. Dat is fuck goeroes. Wij zijn lotgenoten. Tot volgende week. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. Jullie bedankt. En tjalas. Ciao.